allemaal. De mensen druppelen nog binnen en dat gaat misschien nog wel even zo door. Maar ik wil jullie allemaal graag hartelijk welkom heten bij De Beste Stuurlui Zijn Al Aan Boord. Mijn naam is Carleen Mesters en ik mag vanmiddag deze sessie begeleiden. En dat doe ik samen met Dieter de Vrome, Vera Wong en Govert Geldof, Lieke Brakkel. We hebben voor jullie een programma gemaakt dat wordt een interactief programma en dat is best wel spannend hoe dat allemaal gaat lopen, omdat het moet allemaal technisch in elkaar gaan kloppen, maar we gaan ervan uit dat dat gewoon hartstikke goed gaat komen. We beginnen zometeen met drie inspirerende, met een soort inleiding en een welkom en een korte kennismaking. Dan hebben we drie inspirerende pitches van Govert Geldof, Lieke Brakkel en Dieter de Vrome. En die gaan we afwisselen met een Mentimeter. Om dat goed te kunnen doen, kun je nu alvast op je telefoon of op je computer in een ander scherm www.menti.com aanzetten. En de code gebruiken die hier op het scherm staat. Dat is 3687708. Die code komt straks nog wel een keer terug. Na die pitches en de Mentimeter waarmee we wat interactie willen vormgeven, gaan we dan rond 3 uur aan de slag in een aantal subgroepen, in breakout rooms, op zoek naar inzichten en goede voorbeelden uit jullie eigen praktijk. Als het gaat om feiten, onzekerheden en alle thema's die daarmee samenhangen rondom klimaatadaptatie. En tot besluit delen we dan deze inzichten en voorbeelden rond 3:45 plenair. Dan zijn we aan het einde van de sessie gekomen. Het is goed om te vermelden dat ook deze sessie wordt opgenomen. Althans, ik denk niet dat dat lukt in de breakout rooms, maar wel de presentaties. Dus die kan het ook nog weer teruggekeken worden. Verder kan er gebruik gemaakt worden van de chat. En we gaan proberen om daar in ieder geval lopende het programma al naar te kijken. Maar in ieder geval gaan we de chatvragen bewaren. Dus als het nodig is, komen we daar later, kunnen we daar gewoon op terugkomen. Wij zijn ontzettend benieuwd naar jullie verhalen rondom dit thema, klimaatadaptatie en feiten. En om van elkaar te leren en interactie vorm te geven. En dat brengt mij bij het thema klimaatadaptatie. De beste stuurlui zijn al aan boord. Aanleiding voor deze titel was eigenlijk: hoe maak je gebruik van ervaringskennis? Mag je fouten maken? En hoe deel je kennis van zaken die niet blijken te werken? Hoe weet je wat collega's en ketenpartners bezighoudt? En hoe zorg je ervoor dat je tijd en budget krijgt om te werken aan klimaatadaptatie? En niet onbelangrijk, wat willen burgers en bedrijven eigenlijk? En wat kunnen zij bijdragen aan de oplossing van klimaatadaptatie? Het zijn veel vragen en die roepen om antwoorden. Antwoorden die onderbouwd zijn, of zouden kunnen zijn, met feiten en ervaringskennis in onze driedimensionale omgeving, zoals we hier links zien. Het probleem met feiten is dat er zoveel van zijn. Zeker in de watersector, waar het gaat over waterveiligheid, droge voeten, waterkwaliteit, verzilting, verdroging, hitte, overstromingsrisico's. En bijvoorbeeld de vraag: extreem weer, is dat het nieuwe normaal? We gaan vandaag samen op pad vanuit onze overtuiging: de beste stuurlui zijn al aan boord. Dat gaan we doen in presentaties en groepen. En als kapstok gebruiken we de drie hulpvragen die eigenlijk ook de kapstok van dit kennisfestival zijn. En dat zijn: als de feiten spreken, maar toch een andere weg wordt ingeslagen, wat dan? En onzekerheid: als de tijd begint te dringen, hoe zorg je dan voor de keus die op dat moment goed is? Of de verkeerde weg: als je weet dat men zinspeelt op een uitkomst, maar je weet dat het niet de weg is, hoe ga je hier dan mee om en wat doe je om erger te voorkomen? Nou, voordat we verder gaan een duik nemen in de beste stuurlui, zijn wij benieuwd met wie we allemaal in deze ruimte zitten. En daarvoor wil ik je vragen naar de Mentimeter te gaan voor de eerste vraag. En dan moet ik even scherm husselen.
En als het goed gaat, gaat dat zo. Ik hoor ergens iets vallen. New share, sorry. Dus zie je, daar gaan we al. Zo. En de eerste vraag is, om even kennis te maken, zou je je voornaam en je achternaam in willen vullen? Ik zie hem nog niet op het scherm, Carlijn. Oh, pardon. Die Zoom share. Dat is raar. Share is paused. Bring your shared window to the front. We gaan het even anders doen. Nog een keer. Zo dan. Dit is overigens, dit is Dieter de Vrome. Dit is overigens wel een voorbeeld hoe het goed geregeld kan zijn, goed voorbereid. En toch niet goed gaat, want ik zie dat er 13 mensen al iets hebben ingevuld, maar ik zie geen namen. Ik zou hem even verversen dan, dat is gek. Zo. 15 mensen hebben al ingevuld, dat is raar, toch? Ja, daar gaat het. Ze komen om zijn beurt. Dat is apart. Oh, het is gewoon hartstikke druk bij de Mentimeter. Dat is het punt. Ja, ik dacht... Nou, dat is goed. Dat gaat gewoon goed. En ik zie, we hebben... We geven nog even de tijd. Ondertussen druppelen er nog mensen binnen. Er gaan ook af en toe mensen weg. En dat is natuurlijk het punt. Het is een festival waarbij je rond kunt kijken en snuffelen. En we hopen natuurlijk dat de mensen hier blijven. Omdat we een aantal hartstikke leuke presentaties en interactie hebben voorbereid. Nou, we gaan door met de volgende vraag. Ja, en bij welke organisatie werk je? Dat is dan de volgende vraag. Kijk. Ik weet eigenlijk niet, als we doorklikken en mensen die later inhaken, kunnen die ook nog de Mentimeter vragen beantwoorden? Nee. Weet jij dat, Vera? Nee, dat gaat niet. Nou, dat is ook niet zo heel erg. Die kunnen in ieder geval wel invliegen. Goed, we gaan naar de volgende. Dit is alvast, dank jullie wel. Dan gaan we naar, hoe lang werk je al bij deze organisatie? En dan kun je kiezen tussen 0 tot 1 jaar, 2 tot 5, 6 tot 10 of meer dan 10 jaar.
Nou, de meeste mensen werken 2 tot 5 jaar bij hun organisatie. Een aantal mensen meer dan 10 jaar. Mooi, die diversiteit. We gaan... Doe ik het goed? We gaan nu weer verder met de PowerPoint. Met een kleine introductie laten we zeggen, de aanleiding voor deze workshop. Vorig jaar, in 2020, vroeg Bert Palsma van STOA mij om een eerste verkenning te doen. Hoe STOA en Rionet met de kennisproducten en tools die ontwikkeld worden voor iedereen... hoe die aansluiting zouden kunnen vinden bij de regio's... om ervoor te zorgen dat die kennistools ook meer in de regio's toegepast zouden kunnen worden. In dit plaatje zien we de regio's en samenwerkingen... met hun vragen, opgaven en wensen en behoeften. En we zien linksonder in STOA en Rionet... die natuurlijk als kennismakelaar zorgen voor tools en modellen... kennis, inzicht en denkkracht. En... aan de rechterkant hebben we platform Samen Klimaatbestendig neergezet. Want dat was de vraag. Hè, hoe kunnen de tools van STOA en Rionet samen met de landelijke ontwikkelingen ook gekoppeld worden? En het platform was bezig met het maken van leermodules. En die zijn natuurlijk bezig met het opzoeken van kennishiaten. Als platform een verbinding zoeken tussen de regio's in het land. Daarvoor was de gedachte dat als STOA en Rionet en het platform, die dat dan ook weer samen met de TPRA doen, als daar synergie ontstaat door samen op te trekken en die kennisproducten die er al zijn, te gaan gebruiken in jullie organisaties en regio's, dan kunnen we de krachten bundelen en dan kan er een versnelling optreden en dan kan alles ten goede van het omgaan met omgaan met klimaat en ten behoeve van klimaatadaptatie. Dat hebben we gedaan door in een aantal regio's professionals te spreken vanuit de vraag van wat zijn nou eigenlijk de opgaven in jouw regio? Welke kennisproducten ken je? En welke tools en welke gebruik je? En waar zou je behoefte aan hebben? En als basis daarvoor gebruikten we de tools die je tools die er zijn en daarvan is een deel hiernaast afgebeeld. En dat gaat dan om klimaattools, tools voor aanpak en strategie, ontwerpinstrumenten, maatregelen en andere instrumenten. Nou, en na die interviews waren eigenlijk de meest 3 in het oog springende inzichten. Dat de meeste mensen vonden het totale hoeveelheid aan tools en kennisproducten werd beschreven als een oerwoud aan tools. Hoe vinden we in hemelsnaam onze weg tussen al die tools? Het is onbekend, het is lastig, het is vaak te algemeen, niet specifiek. We maken zelf onze eigen tools die veel beter toepasbaar zijn in onze regio. Ten tweede bleek er binnen de regio's behoefte om met STOA en Rionet met de benen op tafel een agenderend netwerkgesprek te organiseren. Om opgaven en vragen in beeld te brengen en te koppelen aan de hulpmiddelen die er zijn. Welke kennis is nodig om de toekomstige opgave het hoofd te bieden? En ten derde leek het ook een goed idee om eens te buurten bij andere regio's. Om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld, hoe kun je omgaan met bodemdaling en waterkwaliteitsverandering? Wie kent er kaders voor omgaan met hitte? Et cetera. En dat laatste is eigenlijk het haakje geweest om op deze conferentie, in dit festival, een workshop over klimaatadaptatie vorm te geven. En het doel is dan ook vandaag om te leren van elkaar en samen een stap verder te komen. En misschien ook wel vervolgafspraken te maken over wat er verder nodig en wenselijk zou zijn. Nou, met dat gezegd hebbende, zou ik jullie willen uitnodigen weer terug te gaan naar de Mentimeter. Dan hoop ik dat het nu wat soepeler gaat. Deze.
met de vraag, wie of wat heb jij nodig om een volgende stap te zetten? He, met in gedachten, wat heb je nodig om aan kennis en kennisproducten en tools of mensen om richting klimaatadaptatie de volgende stap te zetten? Handjes, tijd. En Dieter, ik ga jou even vragen, als daar opvallende dingen uitkomen, kan jij daar iets over zeggen? Kan ik wat over zeggen of mag ik iemand vragen om toelichting te geven, Carleen? Dat mag, absoluut, ja. Dan moet diegene even zijn microfoon aanzetten en zijn naam zeggen. Dat is ook wel leuk. Ik vond het wel interessant. Gemeenten en provincie zag ik erbij staan. Wat heb je nodig? Dus wie heeft gezegd dat die gemeente en provincie nodig heeft? En kan die persoon dat even toelichten? Ja, hallo, dat was ik. Ik loop even weg, want mijn vrouw is aan het lesgeven. Dus wij praten door elkaar. Ton Boer, Brabantse Waterschapsbond. Ja, hallo. Ik weet niet of jullie mij zien, maar dat zal haast wel. Ik heb de camera. We zien en horen je, heel goed. Ja. Nee, volgens mij spreekt het bijna voor zich dat je, als het gaat om klimaatadaptatie, heel veel maatregelen ook in stedelijk en bebouwd gebied zult moeten nemen. En daar heb je de andere overheden bij nodig om dat gezamenlijk te doen. En momenteel speelt nog wel dat in een gemeentelijke trajecten, omgevingswet natuurlijk vraagt om omgevingsvisies. Die laten nog even op zich wachten. Volgens mij zijn we als waterschappen wel heel erg nieuwsgierig, maar ook belangstellend om daarbij aan te sluiten om mee te denken. Oké, dankjewel. Dus dat bedoel je met, wat heb je nodig? Dus echt het mee kunnen denken met gemeenten en provincies. Ja, liever op tijd aan tafel en meedenken dan achteraf proberen om het er nog in te fietsen. Ja, oké, dankjewel. Ja, oké. Ik zie ook staan goede interpretatie van data. En dat vind ik een hele spannende. Wie heeft dat gezegd en wil daar misschien nog even iets op toelichten? Want kun je data ook fout interpreteren, vraag ik me vervolgens af. Ja, dat heb ik gezegd, Marianne Uitwaal. Ik hou me bezig met monitoren van waterkwaliteit. Dus mijn vakgebied is de data. En er worden nog wel eens conclusies gelegd of verbindingen gemaakt tussen data en wat betekent die data dan? En dat is niet altijd in de juiste context. Dus vandaar dat ik dat belang wel hecht. Van, hè, neem je de juiste data en of trek je de goede conclusie daaruit. Oké. Kun je iets toelichten wat de goede of de juiste conclusie is die je data trekt? Ik bedoel, eigenlijk, er zit een verkapte vraag in. Zou het mogelijk zijn dat er meerdere perspectieven zijn voor die interpretatie van diezelfde data? Dat denk ik zeker. En wat is dan de goede? Nou ja, dat zul je met elkaar moeten afspreken, denk ik. Ja. Wat is het doel wat je voor ogen hebt? En hoe wil je die data daarvoor gebruiken? En kun je die data daar wel voor gebruiken? Ja. Zodat je dat ook even gaat realiseren. Van, je kunt natuurlijk heel veel data van het internet aftrekken en vanuit de waterschappen krijgen. Maar met welk doel is die data gegenereerd? En kun je dan vervolgens ook die data gebruiken voor jouw onderwerp? Helder. Dankjewel. Je legt gelijk de bal op de stip. Dat is misschien even de laatste vraag, Carleen. Er staat ook doelen duidelijk maken. Dat heeft iemand opgeschreven. En ik ben heel benieuwd wie dat opgeschreven heeft. Wat die persoon ermee bedoelt. En ik heb ook gelijk een vraag. Wie maakt die doelen duidelijk? En zijn dat de enige personen of instanties die dat doen? Oké. Okay. Ariel Superberg, WJ Data. Ja, hallo. Waar het mij om gaat is van heel veel doelen, zeg maar, die blijven heel abstract en in grote lijnen. En die worden op beleidsniveau gedomen.
Nou, ik zou wel graag willen dat ze wat ja, concreter worden aangegeven, zeg maar. Hoe doen we dat? Zodat er meer mensen kunnen meedenken, zeg maar. Ja, dat is het effect. Zo, dus zo, dat je denkkracht groter wordt. En, maar hoe maken we ze, want jij zegt het moet eigenlijk concreter worden. Hè? Ja. Maar hoe doen we dat? Nou, ik denk vooral door de onderdelen waar je op wilt focussen, in kleine stukjes te knippen, zeg maar. Zodat je makkelijk kunt gaan koppelen aan oplossingsrichtingen. Oké, dankjewel. Carleen, nou, gaan wij door naar de volgende vraag? Ja, we gaan door. Ik denk dat wij met de volgende vraag, ja, met deze vragen een mooi haakje hebben naar het verhaal van Govert. Want volgens mij hebben we nog een Mentimeter-vraag. Even kijken hoor. Nee, we gaan nu luisteren naar het verhaal van Govert. Sluit je Mentimeter niet af, want er komen na het verhaal van Govert komen er opnieuw vragen. En Govert, jij gaat zelf je PowerPoint share, als ik het goed heb. Dan moet jij je beeld niet delen. En dan moet ik het stop share. Ja. Dan ga ik wel even sharen. Ik share, jij shared. Ja. Nog even op F5 drukken. Dat duurt altijd even. Nou, hoppakee. Kom op. Juist. Nou, iedereen verstaat me, hoop ik. Ik heb hem unmute. En iedereen ziet de presentatie als het goed is. Mijn presentatie heet Integraal en Geïntegreerd. En ik denk dat heel veel mensen denken op dit moment van integraal en geïntegreerd. Dat is toch ongeveer hetzelfde. En als je bijvoorbeeld het NOVI leest, dan staan die woorden ook helemaal door elkaar gemixt. Het bijzondere is dat we halverwege jaren 90 deze begrippen wel uit elkaar houden. En volgens mij is het ook weer goed om dit onderscheid weer heel strak te maken. Want daar ligt in mijn optiek ook een deel van de oplossing. Want als we het over klimaatadaptatie hebben, dan is eigenlijk wat we moeten doen niet zo heel erg lastig. Als je het over hittestress hebt, meer groen, meer water. Multifunctionele waterbergen, je kunt stedelijk en landelijk hebben. Ik denk dat het meest ingewikkelde is nog de droogte in het landelijk gebied, om daar goed mee om te gaan. Want dat vraagt om een flinke verbouwing van het watersysteem. Dus eigenlijk weten we wel wat we moeten doen. En je kunt er oneindig aan gaan rekenen. Maar de grote complexiteit en het grote structurele onzekerheid, dat zit in ieder geval van wat we willen gaan doen, om dat ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan doen. Daar zit de grootste complexiteit. En in die stap is er eigenlijk een hele grote barrière. Ik heb even rechts neergezet, ik heb mijn plaatjes eroverheen, dus daar zie ik zelf niet zo heel veel van. Maar even een krantenartikel uit de Volkskrant van 18 januari... die geeft aan dat we ontzettend veel studeren en projecten hebben voor miljoenen euro's. En dat we nu in ruim 2 jaar 206 woningen van het gas af hebben. Dat geeft wel aan dat er toch wel moeite is om in die praktijk te acteren. Dus die stap van theorie naar praktijk. En hier staat de grootste barrière in mijn ogen. Wij hebben de neiging op integrale wijze de objectief meest optimale invulling te willen geven aan een rijk spectrum van beleidsopgaven met alle stakeholders en met burgerparticipatie, dat er sprake is van maximaal draagvlak. Dit is zo'n ideaal beeld dat we springen in de kramp. En daarbij hoort, en dat is constatering, wij overschatten ons vermogen integraal te denken en te werken. En dat blokkeert ons om dat werk te gaan werken in de praktijk. Nou, en dan komen die twee begrippen in beeld. Als je het hebt over klimaat, dan kun je die twee begrippen tegen elkaar aanzetten. En ik ga ze nu even duiden, heel kort. Hè, want ik heb maar 10 minuten spreektijd. Maar integraal en geïntegreerd. En misschien ook wel leuk om te vertellen, toen wij bezig waren met de vierde nota waterhuishouding, dat is toch al een tijd geleden, toen vroegen we af, is integraal waterbeheer wel juist begrip? Moet het niet geïntegreerd zijn? Nou, het moet juist beide zijn. Nou, wat is integraal? Ja, ik noem dat het toeschouwersperspectief. Dan hang je in feite met een ruimteschip boven een gebied. En dan zie je naar structuren en patronen. We noemen ook, je kijkt ook naar de compositie van een gebied als geheel. Want bepaalde maatregelen, en zeker als het om waterbeheer gaat,
heb je wel een continuïteit nodig. Je kunt niet hier een maatregel nemen of hier een waterloop nemen, dan even niet en dan weer wel. Dus je hebt een bepaalde compositie nodig. En je kunt maar een beperkt aantal onderwerpen aan, maar je kunt ze wel wat meer in samenhang zien. Dat is het kenmerk van integraal. Heb je het over geïntegreerd, dan is dat meer het deelnemersperspectief. Bewoners die handelen ook meer geïntegreerd en overheden hebben met name de neiging om integraal te kijken, het deelnemersperspectief. En dat is zeker in het kader van omgevingswet, is zeer interessant. Maar dan kom je ook bij het begrip omgevingstafel uit. Maar je staat met beide benen op de grond in het gebied zelf en je kijkt in een kleine straal om je heen. Klein, lokaal en concreet. Dus je ziet dan een heel klein gebiedje. Maar daarmee heb je dus wel de mogelijkheid om alle onderwerpen die zich daar afspelen in combinatie te bekijken. Dus naast klimaatadaptatie en energietransitie kom je ook bij beheer en onderhoud, sociaal domein, onderwijs, heel leuk onderwerp overigens. Een begrip als eenzaamheid en groepsgevoel, voeding, bodem, parkeren, al die elementen tref je aan in dat kleine gebied. Dus beide hebben, en zowel de integrale benadering als de geïntegreerde benadering, hebben hun sterke punten. Maar het gaat erom deze twee met elkaar te verbinden. En wat ik nu observeer, en dat zie ik best wel vaak in de praktijk, is dat de integrale benadering, de geïntegreerde benadering, bijna de wind uit de zeilen neemt. En ze functioneren bijna als concurrenten van elkaar. En er worden ook geïntegreerde projecten worden gestopt, omdat men nog niet integraal, nog niet tot een overzicht is gekomen en denkt dat ze gestoord worden door die geïntegreerde projecten. Nou, en die frustratie die resulteert volgens mij in heel veel projecten waar eigenlijk weinig realisatie in de praktijk sprake is. Nou, dan gaat het erom van het is niet dat integraal beter is dan geïntegreerd of geïntegreerd beter dan integraal. Het gaat erom op de punten waar deze twee wringing vertonen, frictie, om daar de dialoog met elkaar aan te gaan. Waardevolle, dan krijg je waardevolle ruimtelijke ontwikkelingen. En ik hoorde net Arjan zeggen, dan moet je doelen plaatsen. Juist op die punten waar integraal en geïntegreerd spanning vertonen, daar moeten we bakens plaatsen, zo zeg ik dat. En ik gebruik de metafoor van de Waddenzee. Waddenzee is een zee, een ondiepe zee die continu ontwikkeling is en de overheid die plaatst bakens. Een baken is niet een star doel of een norm. Nee, dat is iets wat twee kanten heeft. Een geïntegreerde kant en een integrale kant. Waar die met z'n tweeën wringen, daar ga je de dialoog over voeren. In je plaats bakens. En op het moment dat er dan een geïntegreerd project is, dan kan het dus zijn dat die heel netjes doorvaart, maar op bepaalde punten vertoont die frictie. En juist op die punten van frictie, daar ga je of de persoon in kwestie geen omgevingsvergunning geven, of je gaat de bakens verzetten. En dat noemen we adapteren. Dus adapteren is de baken verzetten. Maar wat ik nu zie, is dat die bakens helemaal niet geplaatst worden. En dat is misschien ook wel wat Arjan voelt. Van, we hebben niet die doelen scherp. Waar gaan we het dan met z'n allen in de praktijk? Waar hebben we het over? Dus samenvattend, heel kort door de bocht. Het is in de praktijk realiseren van maatregelen is complex. Structureel onzeker. En daarom moet je een integrale en een geïntegreerde benadering naast elkaar hebben. En bij integraal heb je dus het toeschouwersperspectief, bij geïntegreerd meer het deelnemersperspectief. En plaats de bakens waar frictie aanwezig is tussen integraal en geïntegreerd. En dat is een heel interessant punt. En adapteren is het verzetten van de bakens. Nou, heel kort door de bocht. Ik zie Gemma even smilen. Carleen, jij komt er weer in? Ja, mijn geluid stond nog uit. Ik zei dankjewel, Govert. Ik kom er weer in. Jij zegt ik zie Gemma smilen. We gaan even naar de Mentimeter terug. Govert, wil jij dan je screen weer unsharen? Yep. In goed Nederlands. Ja. Even kijken hoe dat gaat hoor. Even kijken. Dan ga ik de Mentimeter erop zetten. Dan gaan we naar de volgende. En dan gaan we hetzelfde doen. We hebben, ik geloof, twee vragen. Eén of twee vragen naar aanleiding van het verhaal van Govert.
En daarna gaan we er even met elkaar over praten. Naar aanleiding van de dingen die we zien komen. En mogelijk dat er ook nog... we hebben even minstens 5 minuten tijd daarvoor. Dus Govert, jij gaf aan in de Mentimeter. Wil je eigenlijk van de mensen weten wat... geef eens aan... Daar staat mijn ding ervoor. Ja. Zo. Geef eens aan, wat is qua inspanning de gewenste verhouding tussen integraal en geïntegreerd? En wat is de werkelijke verhouding? Hè? Dus om een beetje zicht te krijgen op, hoe is het nu? Hoe zouden we willen dat het wordt? Ja. En ja. Ik denk dat het aardig is als je dat in beeld hebt. Hè? Wat, als je weet waar je naartoe zou willen, zou je, en dat zou iets kunnen zijn voor de breakout room strakjes, om te kijken, ja, maar en als we weten hoe het zou moeten zijn, wat zou je dan kunnen doen? Welke stap kun je zetten? En wat werkt dan om ervoor te zorgen dat het dan ook die kant op gaat? Nou, ze zitten voorlopig dicht bij elkaar. Nou, hè? Ja. Nou, we hebben ongeveer de helft van de mensen die hebben, hebben gereageerd. Voor de mensen die later ingeschakeld zijn. Dus als je naar www.menti.com gaat, gebruik de code die hierboven staat, 3687708. Dan kom je in de vraag die nu voor staat, als het goed is. Zal ik maar gelijk even wat vragen stellen? Want het lijkt alsof wij dicht bij elkaar zitten. Ik zie 5,6 voor de gewenste verhouding en 4,8 bij de feitelijke verhouding. Heel mooi east en zol. Maar als ik even beter kijk, dan zie ik toch wat hobbels erachter die tot het gemiddelde komen. En wat ik een interessante vind, is de werkelijke verhouding nu. Daar zie ik een paar hobbels aan de uiterste zitten. Eentje helemaal links en eentje helemaal rechts. En Carleen, jij ging net met je muis over die grafiek heen. En toen zag ik wat getallen verschijnen. Die, ja, laat zo eens even staan. Ik ben heel benieuwd naar de mensen die precies waar je muis staat, die daar een 3 hebben gegeven, dus een hoge score, dat er toch wel een hoge mate van geïntegreerdheid is. Dus dat is, Govert, volgens mij klein lokaal voet op de grond, hè? Dat was hem, hè? Ja, vanuit het deelnemersperspectief. Deelnemersperspectief, dankjewel. De mensen die hebben aangegeven dat uiteindelijk de meeste inspanning reeds op geïntegreerde wijze plaatsvindt. Juist. Ik zou graag iemand willen uitnodigen die daar een hoge score geeft om dat eens toe te lichten. Wie mag ik het woord geven? Ik hoor nog even niemand. Iemand die een hoge score heeft gegeven aan dat we goed geïntegreerd bezig zijn op dit moment. Dus bij de werkelijke verhouding. Dus Carleen had net haar muis op die grafiek staan. Dus, er zijn 3 mensen die hebben daar hoog. Ja, 3 en misschien nog 2. Ik zie een handje omhoog. Jelle. Jelle, als je microfoon uitzet, dan neem ik aan... Nou, ik moest mijn microfoon even zoeken. Ik heb tot nu toe alleen maar in Teams gezeten. Maar ik heb hem. Jelle, kun je ook je beeld aanzetten? Dat vind ik altijd fijn om te zien. Dat kan vast zeker op dezelfde plek. Linksonder. Oh, ja, sterker nog, naast. Iemand anders heeft mij al aangezet. Na goedkeuring. Ik, Heel goed. Ja, fantastisch. En, stel je even voor, Jelle. Ja, Jelle de Jong, Waterschap Drenthe over Rijse Delta. Hydroloog, daar. En nogal vanuit de inhoud. Dus misschien verklaart het een beetje waarom ik denk dat er al te snel te veel mensen bij betrokken worden. Want ik weet het antwoord immers al. Ik heb het net uitgerekend. Maar nu waarom ik het echt ingevuld heb. Het is misschien niet dat het lukt, dat geïntegreerd. Maar ik heb wel de indruk dat we in gebiedsprocessen graag altijd iedereen erbij betrekken. Maar dat we een beetje vergeten, en omdat we de meningen willen en wat u wil en gaan doen. Maar dat we vergeten bij vertellen dat het ook, om in speech van net te praten, ook een integraal project is waarbij we een heleboel doelen te dienen hebben. En dat we niet hier als bedrijf staan tegenover klanten, maar dat we hier als overheidsorganisatie staan ten opzichte van een gebied waar u ook in woont.
En wat bedoel ik daar dan mee? Dat we te veel de indruk wekken dat we de wensen van iedereen zo goed mogelijk gaan proberen te bedienen. Terwijl we ook een integrale opgave hebben. Dus daarom zit ik een beetje aan die rechterkant. We praten heel veel met mensen en we beloven misschien te veel. We wekken in ieder geval bij sommigen de indruk dat we veel beloven. Dat weet ik wel zeker, dat laatste. Jelle, er komt zelfs een vraag via de chat van Johan Noordzee van Noorderzeilvest. Zijn er misschien geen bakers gezet in het voorbeeld van Jelle? Vraagteken. Ja. Govert, misschien kun jij daar wat op zeggen. Ik vind dat moeilijk, want ik snap bakers niet zo goed. Ja. Nee, het zit ook een heel verhaal tussenin. Maar ik hoor in dat verhaal van Jelle hoor ik wel heel duidelijk het conflict tussen. We moeten enerzijds alles in samenhang integraal bekijken. En we beloven te veel aan bewoners en we gaan te veel aan de slag. Hè. Dat zie ik dus in de praktijk ook in een heleboel projecten optreden. En daarmee lijken dus geïntegreerd en integraal met elkaar in conflict te zijn. Nou, op het moment dat je bakens plaat, dan ga je die momenten waarin je juist dat conflict voelt, dan ga je heel bewust met elkaar in dialoog. Je brengt die geïntegreerde en integrale bij elkaar en dan ga je daar afspraken over maken. En dat is een baken. En omdat dat in de praktijk niet gebeurt, ik maak dat zoveel mee, ik maak het zelf als bewoner mee. Geef jij nu antwoord op de vraag, Govert, of het ja of nee is? Ja? Ja, dus misschien even pinpointen naar de vraag van Johan Noordzee. Zijn er geen bakens gezet in het proces of in het antwoord van Jelle? Ja. Want dan nou voel je het conflict, ja. Ja, oké. Okay. Dankjewel. We hebben denk ik nog 2 minuten voor een laatste vraag. Ik ben benieuwd naar iemand die op de bovenste as een lage score aan integraal heeft gegeven. Dus iemand die een 1 of een 2 heeft gegeven daar, of die dat zou willen toelichten. Is de gewenste verhouding dat we toch integraler moeten, hè? Dus meer sturend vanuit. Kom maar gelijk, als je wat wil zeggen, ga gelijk je microfoon uitzetten en dan kun je gelijk praten. Weet iemand nog die een lage score heeft gegeven aan het integrale? Met andere woorden, dat het meer voorgeschreven wordt, dat er minder interactie is. Nou, ik hoor niemand verder. Dan ga ik er even vanuit dat... Jelle zegt, ik gaf hier een lage score. Jelle, kom maar weer. Jelle, licht eens even toe. Microfoon uit, beeld aan. Ja, het lijkt me een beetje flauw om elke keer mijn antwoord te laten. Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als... Ja. Het komt heel erg neer op wat ik net ook al zei. Dat ik dus in de projecten waar ik dan bij betrokken ben geweest... een beetje merk dat we het integrale... Het integrale is ook heel moeilijk. Dat is het vooral. Ik merk gewoon dat we integraal veel over... En dat gaf Govert volgens mij ook al aan... Dat we onszelf grandioos overschatten met hoe goed we zijn... om de zaak integraal te bekijken. En dat meen ik ook te zien. Als dan zo'n project klaar is... dan blijkt je toch weer dingen over het hoofd gezien te hebben... omdat een van de bewoners duidelijk harder schreeuwde... of zich in ieder geval beter verwoordde dan de andere. En daarom vind ik aan het eind van het project... het integrale nogal is... niet zo goed gelukt. Ja. Okay. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer als ik net al zei. Maar dat bepleit wel, Govert, wat je net zei, dat daar moet je een goede afstemming hebben, een goede balans in vinden. Nou ja, ik merk dus dat het mensen helpt op het moment dat dit onderscheid gemaakt wordt. Maar dan is die verwarring ook wat minder groot. En als je vervolgens ook eens een keer bakens hebt, dan kunnen die twee benaderingen elkaar echt in hun sterkte zetten. En ik denk dat we daar op dit moment behoefte aan hebben. En als we die twee begrippen te veel met elkaar gaan mengen, hè, dat zie je ook in omgevingsvisies ook terugkomen, dan raken we er ook verward. En dan wordt het ook heel erg ingewikkeld. Nou, en ik hoop dus herintroductie eigenlijk, van deze twee begrippen, weer een wat heldere kader te zetten, waardoor we de kracht van de realisatie in de praktijk kunnen vergroten. Helder, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Ik zie een hand van Karel. We gaan terug. Ik zie een hand van Karel. Karel, kom er maar even in. En dan gaan we daarna meteen door naar Lieke. Want die zit te popelen om met haar presentatie te beginnen. Maar Karel, je hebt een vraag. Ja, nee, dat klopt. Nou, wat ik had zelf
ook aangegeven dat ik nu zie, is dat we geïntegreerd soms wat meer doen. Omdat dat de realisatie van een project vaak in de weg staat. Hè? Als je niet de omgeving goed betrekt, als je al die andere dingen niet goed meeneemt. Zeg maar even waar je van bent. Voor ja, sorry, ik ben Karel, Karel Bruin van de Genootschap Hollands Noordzee, het waterschap in Noord-Holland. En ik zie dat wij toch vaak gericht zijn van laat ons project realiseren en dan vaak afbreuk doen aan de integraliteit. En daarmee andere aspecten waar we ook als waterschap misschien voor staan, dat we die soms niet meenemen, omdat dat te complex maakt in een project. En dat we dan zeggen, laten we dan maar gewoon goed met de omgeving het doen. En die twee met elkaar verbinden, lukt inderdaad moeilijk. Helemaal eens. Ik krijg heel veel vragen, maar die gaan we nu niet doen, hè? Carling? We gaan door naar de volgende. Ik zou zeggen, die vragen zijn ook, hou ze vast, neem ze mee, ook voor de subgroepen zometeen. We gaan door naar Lieke. En even kijken. Nou. Dan moet ik mijn share uitzetten. Nee, ik laat hem aanstaan. Wacht even. Zo. Dat was alleen de eerste vraag. Nee, jij gaat. Ik ga hem uitzetten. Stop share. Hi, Lieke. Hi. Jij gaat je sluiten. Jij ging nee, jij mag naar de Menti. Ik ga naar de Menti. Ja. Daar staan de eerste slides van Lieke in. Deze. Ik kan het anders ook wel. Nee, gaat goed. Moet hij het wel doen? Ja. Kijk, dat was hem. Goed. Deze. Zal ik gewoon beginnen? Ja. Oké. Okay. Ik ben Lieke Brakkel. Ik ben onderzoeker bij de TU Delft. En we gaan het vandaag hebben over onzekerheden in klimaatadaptatie. Ik geef een link naar het vorige. Dat van Jelle vond ik ook heel interessant. Laten we daar later over terugpraten. Maar nu dus even een andere change of mind richting diepe onzekerheden. En diepe onzekerheden kun je begrijpen als dat bijvoorbeeld mensen nog niet alle kennis hebben. Of dat mensen het oneens zijn over hoe de verschillende onderdelen van het watersysteem, wat actie consequentie is. Hoe de kansen verdeeld zijn en of we wel alles hebben meegenomen in het systeem. Wat bijvoorbeeld zwarte zwanen, unknown unknowns zitten. En een voorbeeld in klimaatadaptatie is uiteraard zeespiegelstijging. En daar, daar is kennis over dat het eraan zit te komen. Alleen grote onduidelijkheid over de impact op lokaal niveau. En dan krijg je discussies over hoeveel moeten mensen investeren, of overheden investeren, in adaptatiemaatregelen. En dan kan ik me voorstellen, als je werkt bij een organisatie en dit soort keuzes moet adviseren, dat het risico op over- of onderinvesteren een lastige is. En daar wil ik het straks verder over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, twee vragen in Mentimeter. Want die diepe onzekerheden zijn eigenlijk niets nieuws. Als we verder gaan naar de volgende. Diepe onzekerheden hebben we namelijk de hele dag in ons dagelijks leven. Als je grote keuzes maakt over bijvoorbeeld waar ga je wonen, partners, een huis. Nu met die pandemie merken we dat ook. Het is heel erg ook de conditie van ons bestaan. Dus ik was benieuwd, gewoon als persoon, hoe je leeft in deze wereld, hebben jullie een eerste reflex? Wat je doet? Als je wordt geconfronteerd met die diepe onzekerheden. Het is natuurlijk altijd een mix in het echt, maar goed, om even het gesprek op gang te krijgen. Nou, als iedereen hem ongeveer heeft ik denk dat het wel een idee geeft. Handelen naar beste kunnen. Meer feiten, kennis verzamelen. Misschien allebei. Misschien kunnen we ook nu gewoon door naar de volgende vraag. Want nu wilde ik even vragen, in de rol als waterbeheerder, bij een waterschap of een andere organisatie, is dit anders? Merk je dan dat je om bijvoorbeeld omdat het over veiligheid gaat, of omdat een bepaalde cultuur in de organisatie, het wordt belangrijk gevonden. En als er iemand is die dit, die nu denkt, ja, dat is zo, en die je daar even wat over wil zeggen, voel je vrij even het woord te nemen. Is er niet geen probleem, dan ga ik gewoon verder met het verhaal.
Lieke, je bent nu toch even aan het wachten. Mm-hmm. Het valt me op dat, dat niemand zegt naar de buren te kijken. Ja. Terwijl er volgens mij juist met onzekere omstandigheden ook heel veel afstemming plaatsvindt tussen waterschappen en waterbeheerders. Ja, dat kun je daar iets over zeggen of komt dat nog? Nee, dat is interessant inderdaad. Ik denk ook dat het meestal een heel, juist ook een menselijke reflex is. Dat als bijvoorbeeld met best practices werken eigenlijk ook zo. Van oh, als, daar doen ze het al en daar werkte het, dan durf ik het ook, zeg maar. Ja. Dus ja. Ja, maar ik heb het meest dominante reflex natuurlijk. Waarschijnlijk zit dat wel in de mix. Maar misschien zit het wel bij achter. Dat mensen toch even feiten verzamelen en ook bij de buren kijken. Dat is ook Ja, precies. Nou, laten we doorgaan naar het verhaal over onzekerheden. Dan ga ik nu zelf screen share, geloof ik. Dus dan moet jij even stoppen, Carleen. Ja. Kijk, want in het waterbeheer, jullie zien nu goed, heb je adaptief waterbeheer. Dat is jullie waarschijnlijk wel bekend, principes die daarbij horen. Hoe je met die diepe onzekerheden om kunnen gaan. Bijvoorbeeld experimenteren, dus wel handelen, maar goed blijven monitoren. Opties open houden, lange termijn perspectief, voorzorgsprincipe. En maar waar het vooral om gaat, is dat het ook een andere houding vraagt. Dat je vooruit moet kijken en vooral ook fouten durven maken, die je wel goed moet verantwoorden. Want het gaat immers om waterveiligheid. Dus ik kan me voorstellen dat als jij degene bent die die berekening maakt voor het systeem, dat je toch ergens voelt, goh, kan ik het verantwoorden naar mezelf, naar mijn meerdere, naar de samenleving, of we die investering nu wel of niet maken. En er is nog één ding dat ik daaraan zou willen toevoegen, geïnspireerd door Andy Stirling. Dat is een techniekfilosoof en die heeft het over dat we minder in de controlehouding moeten zitten en meer naar zorgen voor moeten gaan. En dat zal ik nu uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld is eigenlijk, controle zou zijn een auto besturen. En als je een auto bestuurt, dan wil je zeker weten dat als je aan het stuur draait, dat die auto naar links gaat. Of naar rechts, of in ieder geval, anders wordt het gevaarlijk. Het andere voorbeeld is zorgen voor een opgroeiend kind. En als we nadenken over zorgen voor een opgroeiend kind, en je denkt daar ook aan controle, dan schrikken we meestal van dat beeld. Omdat je een kind dan in een mal stopt, als je van tevoren al bedenkt waar dat kind heen moet ontwikkelen. En dat al te strak inzet. Wat we in plaats daarvan doen, is hoe zeg je dat? Er is ruimte voor dat dat kind nog op een andere manier kan ontwikkelen. Ook veel meer in dialoog. Met het kind zelf, hoe die zich ontwikkelt. En dat is niet dan maar overlaten of dan maar niets doen. Maar dat is veel meer kaders stellen. Eigenlijk die bakens van Govert, daar hadden we ook een mooie crossover ontdekt. In plaats van controleren. En als je nu naar klimaatadaptatie gaat, dan zie je daar ook verschillende benaderingen. Filosoof Andy Stirling noemt zelf geoengineering als voorbeeld van ultieme controle. Dus het klimaat verandert en de reactie daarop is, we willen dat het een stabiel systeem blijft. Dus daar gaan we maatregelen op bedenken. Een andere mogelijkheid zou zijn, is dat je kijkt, goh, wat zijn de vervuilende elementen in het systeem en kan ik die aanpakken? En dan accepteren dat misschien er wel fluctuaties zitten in het systeem. Je kan ook nadenken over bijvoorbeeld, je wil waterveiligheid creëren, bouw je een dam, dat je eigenlijk één oplossingsrichting maar hebt om dat doel te bereiken. Of doe je een mix van evacuatie, meer flexibele opties? Dus dan gaat het, heet de controle, is dan statisch en zorg ervoor kan meer dynamisch zijn en meer over verandering gaan. En dan belangrijk daarbij om het af te sluiten is dat zorg ervoor is dan dus niet achteroverleunen, omdat wat hij betoogt, is dat juist die voorzorg voor mogelijk negatieve bijeffecten van bijvoorbeeld veranderingen in het watersysteem, zoals we hebben gezien met rivieren, dat juist een meer zorgende benadering daar ook aandacht voor zou hebben. En hetzelfde met de vraag, gaan we investeren, overinvesteren of onderinvesteren in klimaatadaptatiemaatregelen, of het nu gaat om zeespiegelstijging of in de stad om bepaalde grote extreme risico's op te vangen. Ik was vorig jaar bij de klimaatconferentie in Madrid en ik had toen de kans om diezelfde vraag te stellen aan de president van de International Panel on Climate Change. En hij begon een heel verhaal met dat er heel veel bewijs is dat op mondiale schaal de zeespiegel aan het stijgen is en dat inderdaad lokaal dat
anders uit kan pakken. Dus dat er aanvullend onderzoek nodig is om te zien hoe dat lokaal precies werkt. Maar benadrukt ook dat uncertainty is not a reason to delay action, rather it is a reason to act now. Want al te vaak worden onderzoeken of meer onderzoek gebruikt als middel om maar nog maar niet te hoeven handelen. En met een meer zorgende benadering, als je zou nou nadenken over je kind en er zit zoiets aan te komen, dan durf je misschien wel al stappen te zetten. Goed oplettend, monitoren, bijsturen, wat maar kan, maar wel beginnen met handelen en niet afwachten. En ik heb het dus gebaseerd op het werk van Sterling. Middenste. En tot slot dan de Mentimeter-vraag weer. Ik wilde even brainstormen met elkaar. Als we dat zouden doen in klimaatadaptatie, wat zouden dan praktische voorbeelden zijn? Of welke maatregelen in het watersysteem waar jullie nu keuze over moeten maken, hebben meer een controlerende of meer een zorg voor benadering? Ik denk dat we nu misschien weer naar Carleen moeten. Ja. Ja, dan mag jij stoppen met delen, ja. Lieke. Ja. Dit is hem, hè? De voorbeelden, de zoektocht naar voorbeelden voor zorgen voor in klimaatadaptatie. En ik weet niet of jullie ook al die irritante pingetjes horen. We gaan kijken of we daar iets aan kunnen doen ondertussen. Ik merk dat ik het best lastig vind om met voorbeelden te komen. Ja, ik denk dat het nieuw is. Ja, nee, ja, misschien wel. Ja, ik merk dat ik naar voor mezelf een hele kromme redenering moet ophangen om met een voorbeeld te komen. Dat zorg ervoor is. Ja, hij beschrijft ook dat de basisreflex zit hem ook heel erg in de controle op dit moment. Dus het is ook niet dat we het helemaal zouden moeten loslaten. Daar pleit ik helemaal niet voor. Eerder dat meer een ander soort benadering in het systeem andere oplossingen kan geven. Ja, watervasthoudenruimte voor die vier. Dat zijn inderdaad. Misschien moeten we gewoon de mensen even laten laten nadenken. Maar in laten vullen. Ja. Laten nadenken. Ja. Maar we kunnen misschien ondertussen wel even een vraag stellen. Degene die ruimte voor de rivier heeft opgeschreven, zou die dat eens kunnen toelichten wat zorgen voor daarin betekent? Dus ik nodig je uit om even de microfoon aan te zetten, heet dat, beeld aan en dat eventueel toe te lichten. Ruimte voor de rivier, wie heeft dat ingediend? En als dat ik is, Sebastiaan, kun jij in de uitzending komen, Sebastiaan? Even je microfoon aanzetten, als het lukt. En als, maar het lukt me nog niet om de boel op te starten. Oké. Je mag het wat mij betreft ook in de chat zetten. Dat is ook interessant, maar dan gaan we de discussie even met iemand anders aan. Daar is hij al. Sebastiaan, je bent er. Welkom. Stel je even voor, Sebastiaan, en licht graag even toe wat ruimte voor de rivier betekent in het kader van zorgen voor. Ja, het kwam eigenlijk in me op meer vanuit de snelheid Jouw achtergrond, vertel even. Even voorstellen. Ja, ik ben aardwetenschapper en ik ben stagiair bij het waterschap Hollands, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Heel goed, dankjewel. Ik vond het een heel erg mooi voorbeeld eigenlijk dat er werd gegeven. En dus dat, ja, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. En ik was kennelijk de eerste die de Menti kon opstarten. Dus daar was ik wel weer voor, denk ik. Maar de ruimte voor de rivier, dat deed me erg denken. Dus dat vond ik toen ik daar zelf voor mijn studie over verteld is, vond ik dat een heel mooi geval, denk ik toch. Van dus minder de dijken ophogen, maar juist meer ruimte geven aan een rivier. En dus een rivier meer laten doen wat hij zelf eigenlijk zou willen. Dus dat was eigenlijk mijn gedachte toen ik het invulde. Past dat een beetje, Lieke, wat jij bedoelt met zorgen voor? Ja, dat zou een klassieke zijn. En ik had het zelf niet meer opgehangen aan, denk ik, dat Antwerpen bijvoorbeeld niet wachten op normen. Hoewel dat misschien lastig is, maar wel dat
ja, in het verhaal van onzekerheid zat het daar ook, denk ik. Als ik dus zelf snap na te denken van, goh, als de normen nog niet zijn, maar je voelt wel dat je iets zou moeten doen, waar baseer je dat dan op als werknemer, dat je toch maatregelen neemt? Zag je nog een andere interessante invalshoek, Lieke? Kijken, ja. Flexibiliteit, dus dat zijn allerlei dingen die je dan het natuursysteem flexibel zouden maken. Dus dat past er makkelijk bij. Ja, zullen we dan even vragen? Even kijken of er nog één is. Eentje die je verrassend vindt, toelichting bij wil hebben. Nou, misschien die aanpak droogte achterhoek. Dat lijkt of iemand daar nu ook aan werkt. Ja. Wie heeft over de aanpak? Nila, denk ik. Ja, klopt. Ben ik. Ik ben Nila Terminio. Ik ben senior adviseur watersystemen bij Waterschap Rijn en IJssel. In de Achterhoek dus. Dus? En, ja. En wij zijn eigenlijk recentelijk, of eind vorig jaar is er samenwerkingsovereenkomst getekend tussen alle partners in de Achterhoek. Om eigenlijk dus dat thema droogte meer op de agenda te krijgen. En daarin zijn een aantal sporen onderkend. En ik herken daar eigenlijk precies in, volgens mij, wat Lieke vertelde. Namelijk een lange termijnvisie met elkaar formuleren. Experimenteren en een aantal pilots nieuwe implementeerbare concepten, zeg maar. En laten zien, vooral aan elkaar laten zien wat we allemaal al doen. Want er is daarvoor eigenlijk op een rij gezet van, we zijn eigenlijk al met 50 trajecten ongeveer bezig die ergens een link met elkaar hebben, maar dat weten we eigenlijk niet goed van elkaar. En vooral ook met die urgentie die ontstaan is natuurlijk in de afgelopen 3 jaar... Wel nu aan de slag gaan. Dus niet wachten, maar gewoon ook al echt actief energie zetten op wat kunnen we nu al doen. En die 4 sporen zitten in dat traject en vormen een mooie basis om met elkaar... En mag ik een vervolgvraag stellen? Krijg je wel eens intern of extern kritiek over bijvoorbeeld... geld dat wordt, of tijd dat wordt uitgegeven aan zo'n experiment als je nog niet weet of het goed werkt? Nee, volgens mij niet. Het zijn juist die pilots zijn volgens mij juist hetgene waar mensen allemaal op zitten te wachten. Hè? En sowieso krijgen we als waterschap echt wel veel voor de voeten van ga nou eens een keer wat doen. En juist in dit soort trajecten, en dat is allemaal niet super nieuw, maar het is wel door het eruit te lichten en dan net wat meer energie ook op te zetten. En vooral ook natuurlijk met alle betrokkenen dat samen oppakken, laten zien dat je wel werkt aan die toekomst. Okay. Nou, dan denk ik dat we misschien wel gaan door moeten naar jouw presentatie, Dieter. Ja, ik ga even terug naar de chef. Dan ga ik weer hard timmeren op mijn... We gaan nu luisteren naar Dieter. Dan ga ik mijn... dan ga ik stop sharen. En Dieter, jij gaat je eigen slides presenteren. Lieke, dankjewel. En ook jij komt dadelijk terug in de breakout rooms, waar het gesprek nog verder gevoerd kan worden. Dieter, je moet nog even je... Ja, is goed. Ik ga weer. Zal ik beginnen? Yes. Het gaat over klimaatadaptatie. En ik dacht dat het misschien goed was om eens naar een ander soort klimaat te kijken. En dat is het belastingklimaat. Nou, ja, misschien niet zozeer het klimaat zelf, maar hoe dat georganiseerd is. En de reden dat ik daar even naar wil kijken, is dat het een organisatie is met een dienstverlening die we allemaal heel goed kennen. Het is veel in de pers geweest de afgelopen tijd. En misschien kan het ons helpen om eens naar een andere sector te kijken, die misschien toch wel het kenmerk heeft van onze eigen sector. En die toeslagenaffaire, die was natuurlijk heel erg. En mijn eerste reflex was, hoe kan het gebeuren dat er zoveel erge dingen... Hè, hoe krijg je het voor elkaar? We betalen ervoor. En er is een geoliede machine, et cetera. Daar heb ik heel weinig met de Belastingdienst van doen. Behalve dat ik mijn aangifte doe. En dat gaat kennelijk altijd goed. Dus ik heb er weinig... ze staan niet op de stoep. En mijn voorspellingen die komen ook goed uit. Maar ik dacht, laat ik toch eens kijken vanuit organisatorische handvatten, organisatorisch perspectief. Wat komen we daar nou tegen? En
Ik wil het dus niet hebben over goed of fout wat er gebeurd is. Dat lijkt best gemakkelijk, hè? Je kunt heel makkelijk een oordeel over hebben. Maar misschien gewoon eens dat verschillende perspectieven naast elkaar te zetten. Deze twee plaatjes, die hebben jullie misschien wel gezien. Die links is denk ik het meest bekende, hè? Die cilinder, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Is dat een rondje of een vierkantje? En die rechtse, die kwam ik pas geleden tegen, notabene in een boek van onze eerdere spreker Govert Geldof over complexiteit en de waarde van praktijkkennis. Daar staat ergens een zinnetje, en dat heb ik eruit gewist, van alles wat krom is kun je recht maken, als je maar goed genoeg, diep genoeg inzoomt. Nou, dat is dit plaatje, en die curve, als je op een klein stukje kijkt, is die toch recht. Nou, dat is een ander perspectief om naar zo'n kromme te kijken. Nou, ik ben geen wetenschapper van de Belastingdienst, dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat is er voor handen? En ik heb gekeken naar drie documentjes. Er zijn twee stukken naar de Kamer gegaan. Eentje met de herziening van het belastingstelsel en wat er allemaal moet gebeuren. En toen die ingediend was, kwamen er ook vragen van ja, maar wat was er nou aan de hand bij de Belastingdienst? Nou, er is een mooie lijst uitgekomen, een plan van aanpak, et cetera. En wat vervolgens ook gebeurde, of rond die tijd, is dat er eens naar de Belastingdienst zelf geluisterd is. Dat heeft de Tweede Kamer uiteraard gedaan achter de schermen. Maar Jaap Uylenbroek die werd geïnterviewd in de NRC. En die kwam toch ook met een paar, naar mijn idee, interessante bespiegelingen op waarom het fout ging. Ik wil je er eventjes in meenemen. Nou, de Belastingdienst, wat is dat nou eigenlijk voor club? Even korter de bocht, vogelvlucht. Ze krijgen elk jaar 30 miljoen aangiften. Ze hebben 30.000 medewerkers. Nou, 30 miljoen aangiften, dat is gewoon heel veel. 30.000 medewerkers klinkt ook veel. Maar als je even wat aannames doet, stel voor dat van die 30.000 medewerkers 5.000 aangiften behandelen, dan hebben ze gemiddeld over het jaar, kunnen ze 3 aangiften per uur doen. 20 minuten per aangifte. Tussendoor nog koffie halen, et cetera. Eigenlijk hebben ze minder tijd, want de piek ligt in het tweede kwartaal natuurlijk. Ja, want dan doet iedereen zijn aangifte, dus eigenlijk hebben ze veel minder tijd. De vraag is of elke aangifte inderdaad persoonlijk wordt behandeld, maar dat denk ik niet. Volgens mij wordt er ook vrij veel geautomatiseerd gedaan, hè, dus ze moeten uitstekende processen hebben om dit allemaal te kunnen behandelen. ICT en vakkennis uiteraard, want de meeste aangiften zullen wel goed zijn. Hè, dus ze moeten ook herkennen welke zijn nou goed en welke zijn nou fout. Dus je moet de fouten eruit halen. Dus daar moet dat proces op ingericht zijn. En die moet je vervolgens met vakkennis kunnen beoordelen. En dan moet je kunnen beoordelen, is wat fout is. Is het nou bewust fout gegaan of per ongeluk? Is het iemand die de zaak loopt te flessen? Of is het gewoon iemand die een foutje heeft gemaakt? Of het echt, is wel eens een keer bij mij gebeurd. Wat kan duur zijn als je dat voor een tweede keer doet. Voor de eerste keer krijg je een waarschuwing. Maar dan ben ik toch wel blij dat een mens erover beslist. Nou, we zagen net al van de bekende kreet, leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Maar dat makkelijk, wat maakt het dan zo moeilijk dat er toch van die dingen fout kunnen gaan? Nou, ik zei net al, die specialistische vakkennis, hè, waarom heb je die nou nodig? Die heb je vooral nodig als er uitzonderingen zijn, of als er vernieuwingen komen. Of als je je waarde, hè, van redelijkheid en billijkheid in de praktijk wil brengen. Hè, als het complex wordt, of als er iemand echt in de penarie raakt van wat ga je dan doen als belastingdienst. Daar heb je vakkennis voor nodig. Nou, je hebt het ook nodig voor die uitstekende processen. Het moet efficiënt en betrouwbaar zijn. Je moet normen kunnen hanteren, KPI's hanteren, et cetera. Maar als je nu kijkt naar de middelen waarmee ze het bereiken, of wat er aan de hand is in de organisatie, dan wordt die wel interessant. Dat is de rechtse kolom. Er moest efficiënter gewerkt worden, dus moesten mensen uit. En er moest vergroend worden, verjongd worden. Mensen die zaten er erg lang, dus er kwam een vertrekregeling. En die werd zeer enthousiast gebruikt door mensen met vakkennis en mensen met ervaringskennis, die dus hoog in de boom zaten, dus die het goed konden aansturen. Dat leidde ook toe van mensen kregen gelijk een zak met geld, die waren ook gelijk weg. Dus de overdracht van vakkennis was heel erg moeilijk. En vakkennis, dat draag je niet zomaar eventjes over in een middagje. Dat doe je langdurig. Dus de nieuwkomers die waren veel beter in staat om de normen te hanteren dan om die vakkennis toe te passen. Nou, en dat is er nog een generieke dynamiek. Hè, want dit was dan zeg maar een soort vertrekregeling is eenmalig. Maar de generieke dynamiek is dat er elke 4 jaar toch wel een nieuw kabinet komt die weer wat nieuws willen hebben.
Dat betekent ook dat je, als je wil gaan verbeteren, het is een verbeterproces, een efficiënt en betrouwbaar proces dat vereist verbetering, dat je ook een verbetercyclus moet hebben, maar die is dus ook maar per jaar, want één keer per jaar doe je een aangifte. Dus je kunt één keer per jaar kun je verbeteren. Nou, in de periode van 4 jaar tot het nieuwe kabinet kun je het ongeveer 3 keer doen. Het eerste jaar gebeurt er niks, het tweede jaar nieuwe belastingregel. Dus je hebt maar 3 stappen om te verbeteren. Dus tot echt verbeteren kom je niet. Om even een illustratie te geven. Ik kom ook uit de procestechniek. Een raffinaderij van Shell bijvoorbeeld, die 40 jaar bestaat, waar ruwe aardolie ingaat en benzine uitkomt, kan nog elk jaar, na 40 jaar, nog elk jaar verbeteren. Dus om even aan te geven dat verbeterprocessen eigenlijk oneindig lang kunnen zijn en oneindig kunnen verbeteren. Dus als je als belastingdienst maar ja, 3 stappen kan zetten, is dat niet zoveel. Ja, voor de rest natuurlijk, dat is ook bekend, complex en verouderde ICT. Dat gebeurt heel snel in deze tijd. Als de processen omhoog moeten, betrouwbaarheid omhoog, denk maar eventjes aan de cybercrime, et cetera. Het is heel snel verouderd tegenwoordig. Dus het is gewoon dweilen met de kraan open. En toen ging het fout. Fout, dat staat in een van die stukken van de Tweede Kamer. Er zijn 6 hoofdstukken genoemd. Hè. Burgers en ondernemers zijn onvoldoende centraal gezet in beleid en in uitvoering. Fiscale wet en regelgeving is steeds complexer geworden. Er zijn niet fiscale taken bijgekomen. Dat komt hier allemaal bij. Hè. Die grote uitstroom van ervaren deskundigen hebben we het over gehad. ICT-landschap is, behalve verouderd, ook complex. Sturingsmiddelen en regelmatig veranderende strategische richting van de dienst. En als laatste, de Belastingdienst handelt op onderdelen niet of onvoldoende rechtsstatelijk. Nou, als je mij vraagt, ik help als organisaties uit een crisis te komen. Dit is een hele grote warboel. En je kunt je afvragen, wat kun je er nou mee doen? Uiteindelijk heeft deze meneer van Uilenbroek, die is geïnterviewd door de NRC. Hij was verantwoordelijk voor de uitvoering. En in mijn ogen sprak hij de memorabele woorden. We kunnen niet meer uitleggen waarom het fout gaat. De burger heeft gewoon gelijk. Nou, dat tegen een achtergrond. Wat zijn nou de feiten en wat zijn de signalen? In datzelfde interview, dat is even een korte samenvatting. Hij zegt, het gaat hartstikke goed, kregen we te horen. De Rekenkamer gaf lof over de Belastingdienst. Een jaar voordat het echt fout ging. Misschien wel in het jaar dat het fout ging. En specifiek bij de dienst toeslagen waar het extreem fout ging, liep het hartstikke goed. Dat was het beeld. De Belastingdienst die kreeg wat weerwoord van de ombudsman. En gingen zeggen van nee hoor, het gaat hartstikke goed. Want dit is de wet, dat is de regelgeving en we doen het goed. Dus ze waren echt van overtuigd dat het goed ging. En er zijn hier en daar topmensen vervangen. In het kader van het ging misschien niet zo heel erg goed, maar met nieuwe topmensen gaat het wel goed. Nou, tot zover de feiten. Als je kijkt naar wat signalen. De efficiëntieslag, dat zegt dus die meneer Uilenbroek. Die efficiëntieslag heeft de relatie tussen top en werkvloer gewoon vertroebeld. We wisten niet meer van elkaar wat we deden en we hoorden elkaar ook niet meer. Blijkt ook uit dat interne rapporten, die bleven ergens hangen intern. Die kwamen niet bij de top, maar die bleven ergens op de middenlaag hangen. Waarom? Nou, er zullen best redenen voor zijn. Misschien wel politieke redenen of bang voor escalaties of zo. Die er dus toch zijn gekomen. Die Uilenbroek zei dus ook, toen medewerkers bij hem kwamen en zeiden van, we kunnen niet meer uitleggen waarom die toeslagen stoppen. We kunnen het de burgers niet vertellen. We kunnen niet uitleggen waarom. Dat hij schrok. Hij kon in dat volgens dat interview bleek ook dat hij de datum en het tijdstip exact wist. Hij zegt nee, de burgers hebben gewoon gelijk. Het gaat fout. Burgers zijn dus ook echt in problemen gekomen. Nou, wat hier denk ik een invalshoek is, om te kijken. Ik heb er geen antwoorden op, maar het is even een analyse gewoon. Je ziet aan de ene kant dat het systeem lijkt goed geregeld te zijn, maar de spelers in het systeem en de klanten of de burgers voor wie we het allemaal doen, die signaleren van het gaat niet goed. Terwijl je op systeemniveau, en ja, dan moet ik toch weer even kijken naar Govert wat hij net zei, integraal en geïntegreerd. Ja, dus op systeemniveau, op organisatieniveau lijkt het dus wel goed te gaan. Er zijn dus mooie doelen gesteld, maar de effecten, hoe dat uitgevoerd wordt, die zijn bijzonder ellendig.
zowel voor de medewerkers als voor degene voor wie we het allemaal doen, hè, onze burgers. Dus je kunt bijna spreken van goed georganiseerde ellende. Dus nou is er eigenlijk de volgende vraag. Ik haal dat plaatje nu weer even terug. En wat ik kom dus niet met antwoorden, maar misschien met het aanreiken van een perspectief ook voor onze eigen klimaatbeheersing, klimaatadaptatie. Hoe weet je nou waar je naar kijkt? En ik ben even degene kwijt waar we het net over hadden, die als eerste zei van kunnen we de feiten op de juiste manier interpreteren? Ik denk dat het verzamelen van feiten een hele belangrijke is. Maar hoe kom je nou tot het goede inzicht dat je weet waar je naar kijkt en de juiste stappen zet? En wanneer is iets een feit? Is dat iets wat uit een computer rolt, een staat, een grafiek, dat het onweerlegbaar is dat dat een feit is? Of neem je ook de beleving mee als feit? Dat kan vooral bij klimaatadaptatie kan best spannend zijn als er altijd water voor je deur ligt, bij wijze van spreken. Dan klopt dat getalsmatig misschien wel, maar qua beleving wordt die heel erg spannend. En nogmaals, ik zei net, ik heb geen antwoorden, maar het zijn eerder perspectieven die ik zou willen aanreiken. Om hiermee ook de mentimeter in te gaan. En dat zijn deze drie vragen die zo meteen voorkomen of terugkomen. Misschien alvast even de voorbereiding. Ik had net wat moeite om voorbeelden te bedenken bij wat Lieke had verteld. Maar misschien heb je een voorbeeld van een situatie in je eigen sector die wel en niet klopt. Dus die misschien organisatorisch wel klopt. Dat je zegt, we doen het goed, maar waarvan de effecten wat minder goed zijn. Maar welke boodschap zegt dan dat het wel klopt? Zijn dat misschien de jaarrapporten of zo, de jaarverslagen? En via welke kanalen hoor je dat het niet klopt? Dat zijn de vragen voor de mentimeter zometeen. Carleen, mag ik jou weer het woord geven? We gaan nu naar de mentimeter. Dankjewel, Dieter. Ja, ik was al zo brutaal geweest om de mentimeter al voor te zetten. Goed. Af te kappen? Nee, ik had het niet gehoord namelijk. Misschien had je dat... Nee. Ik heb als het goed is, is de mentimeter sluit, is die zichtbaar? Ja, voor mij is die zichtbaar. Oké. Nou, ik zou zeggen, het verhaal over de Belastingdienst gehoord hebbend, ik zou denken, hoe herkenbaar is dat? En vertaal dat eens naar klimaatadaptatie, watersector. Geef eens een voorbeeld van een situatie die zowel wel als niet klopt. Want dat is wat jij eigenlijk zegt, Dieter. Afhankelijk van de invalshoek, hoe kijk je ernaar? Kun je dan zeggen, ja, dit klopt? Of zegt een ander misschien, nee, dat klopt niet. Wie heeft daar een voorbeeld van? En als het lastig is, dan gaan we naar de volgende. Want misschien vraagt dat ook even... kijk, waterafvoer in de winter en waterpeil in de zomer. Ik zal er gelijk bij verklappen dat ik het ben geweest die heeft opgeschreven. Dus maar als uitnodiging voor... Dus deze vraag gaan we niet beantwoorden of niet behandelen. Nou ja, de parallel is dan dat het gaat over wat doen we eigenlijk met dat water? We gooien het weg of we willen het behouden? Hout is duurzaam, is de volgende. Wie? Zullen we gelijk bij... Hout is duurzaam. Ik zou het wel leuk vinden om daar iets over te horen. Ja. Modelberekeningen die niet... Wie wil dat hout even toelichten? Ja, dat wil ik wel even doen. Hi dan, super techspecialist, weet je dat daar. Ik zit in een werkgroep aanlegcatalogus. En daar hebben we het ook wel eens over het gebruik van allerlei... hoe bouw je een stuw, die onderdelen, zeg maar. En ja, er is discussie, wat is duurzaam? Hè? En dan wordt vaak gezegd, ja, hout is heel duurzaam. Maar ondertussen denk ik, ja, als we al die bomen kappen, dan hebben we toch weer een aardig probleem. Dus ik vind dat wel eens een lastige discussie. Het is een dilemma, hè? Geef je eigenlijk aan. Ja, als dat een bouwstoffen, dan vind ik een lastig verhaal. Ja. Nou, het is wel een mooi voorbeeld van afhankelijk van hoe je er naar kijkt, kun je er iets van vinden. Dankjewel. Ja. Kijk, mijn schermpje gaat over de... Die maaien is goed voor de waterafvoer, maar slecht voor de ecologie en water vasthouden. Ja. Wie wil dat toelichten?
Watergangen schonen, komt nog eentje erbij. Ja, ik had die over het maaien en het afvoeren. En Roland? Roland van Aalderen. Ik werk bij Sportvisserij Nederland, dus ik ben geen waterbeheerder. Okay. Makkelijk praten, hè, vanaf de zijlijn, dat realiseer ik me ook. De beste stuurlui. Maar de beste stuurlui is nou ja, bij deze ook. Nou ja, ik ben natuurlijk voor sportvis, maar ook voor vis. We houden van vis, we houden van een goede visstand. En wat we altijd zien in het najaar is dat heel veel sloten geschoond worden. Ja, dat is gewoon, dat bijt met een goede visstand. Tegelijk weten we ook dat er heel veel ecologen werken aan een goede visstand. Dus ja, die spagaat zie je heel vaak tussen de water, het echte fysieke waterbeheer en de pogingen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daar zit gewoon een spanningsveld tussen. Dus voor mij een goed voorbeeld van het wel en niet, zeg maar. Oké, dankjewel. Mag ik nog even aanvullen? Want ik had net na hem de andere opgeschreven. Watergangen schonen bij extreme buien. Marcel Tonkers, provincie Overijssel. Mooi voorbeeld is zijn extreme buien die in Brabant-Limburg hebben plaatsgevonden. Toen met die grote schade met extreme hagel enzovoorts. Maar toen is ook de keuze gemaakt door het waterschapsbestuur om de betreffende watergangen op dat moment zoveel mogelijk en zo snel mogelijk op te schonen met alles wat erin leeft, om zo snel mogelijk het water af te voeren, om schade van wateroverlast te voorkomen. Maar daarmee werden meteen dus zeg maar de inspanningen om de KAW-doelen te halen voor die watergangen ook in één keer lange tijd teruggezet. Dus wat voor de lange termijn ook zeg maar bereikt moet worden. Dus dan zie je dus dat je twee zaken heel duidelijk zeggen. Ja, de spagaat van waar moet ik nu? En doe je dan wel het juiste in het geval van extreem weer? Ja. Mooie toevoeging, Marcel. En sluit ook mooi aan bij het integraal of geïntegreerd van... Precies. Van Govert. Ja. Wie mag ik dan uitnodigen om... want we zijn op zoek naar voorbeelden van de feiten spreken, van onzekerheid en van de verkeerde weg. We zijn ook op zoek naar wat je kunt doen wat al wel goed gaat en wat je dan nog meer zou kunnen doen. Dus wie mag ik dan als eerste het woord geven? Vanuit bijvoorbeeld de feit... Nou ja, Sebastiaan, jij zei ik kan wel wat vertellen. Jij zat in onzekerheid, geloof ik. Je microfoon aanzetten. Of iemand anders mag ook. Wie ja, ik zit nog niet zo vaak op Zoom. Dus goed. Ik moet even nog een beetje wennen aan... Nou, maar zo is het gelukt. Ja. Nou, ik ben ook nog maar redelijk kort werkzaam bij een waterschap. En ik vond het wel erg leuk om met Lieke als onderzoeker en met Roland vanuit zijn achtergrond als vanuit de beroepsvisserij te kijken dus naar onzekerheid. En nou, we hadden maar een hele korte tijd natuurlijk, maar een paar minuutjes om even snel wat inleidende beschietingen te doen op dit onderwerp. En waar wij het even over hadden, ik pak heel snel het documentje erbij. Wij hadden het eigenlijk, ze legden als het ging om onzekerheid best wel snel de link met eigenlijk de huidige crisis, de coronacrisis. Dat hele idee van dus, de vraag was, die vraag hebben jullie volgens mij niet, hè? Als de tijd begint te dringen, hoe zorg je er dan voor dat de keus die je maakt op dat moment, dat die goed is? En dat deed ons dus heel sterk denken aan de coronacrisis. Dus de Rutte en de Jonge op al die bijeenkomsten. Die dan dus met heel weinig wetenschap hele ingrijpende beslissingen moeten maken. Dat was eigenlijk dat we nu tegenwoordig... Even kijken wat hebben we hier staan. Vergelijk het maar met die 10.000, eens in de 10.000 jaar storm. We weten eigenlijk maar heel slecht hoe die er eigenlijk daadwerkelijk uit gaat zitten. Dus we hebben wel wat leuke modelletjes en waterhoogtes die we dan mogelijkerwijs gaan bereiken. Maar heel precies is dat ook weer niet. Wat heb ik daar verder staan? Iedereen heeft het ook heel erg over 5 voor 12. Maar ja, goed, eigenlijk... en 1 voor 12, maar dat merk je in de praktijk, merk je daar ook nog heel erg weinig van. En dat we natuurlijk ook in als waterschappen, we zijn eigenlijk een beetje terechtgekomen op het niveau van waterschappen,
dat we op dat niveau heel erg in de kleine kunstwerkjes terecht zijn gekomen. En dat hele systeem, dat was ook om dat los te laten, dat ook een behoorlijke stap is. En zeker als je dus, zeg maar, boeren, weet je, die vinden het ook echt moeilijk om te begrijpen. We hadden het ook even over boeren, de agrarische sector. Dat die het heel lastig vinden om te begrijpen hoe je snootwater in 1,5 meter kan zakken in het voorjaar. En vervolgens een maand later dat je niet meer mag berekenen. Dus zo zie je dus dat het maken van beslissingen soms heel lastig is. Dan hebben we tenslotte opgeschreven, mooi snel getypt, artikel, geen knap. We zitten in de huidige oplossing gevangen, heeft ze opgeschreven, en geïntegreerd. Samen kom je er wel uit, blijkt niet altijd te werken, schrijft ze op. Dus nou, dat hebben we kennelijk ook besproken. Ja, daarmee, dat was eigenlijk de discussie die we kregen van... soms heb je dan dus bijvoorbeeld als het hadden over die agrarische belangen en die kunstwerkjes, dat ook niet iedereen het eens is en dat ook niet gaat worden. Dus dat, ja, dat vergt dan een keuze op een ander ja, forum. Zoiets. Ja. Misschien. Ja. Mooi, dus jullie hebben gekeken naar voorbeelden. En zijn er dingen waarvan je denkt van, nou wat... Je noemt, als je kijkt van wat doe je al wel, hè, wat gaat er al goed, noem je eigenlijk van kleine kunstwerkjes of leren loslaten. Maar zijn er andere dingen waarvan je denkt van, hé, dat zou eigenlijk ook wel kunnen werken? Wat voor mogelijkheden zie je? Wat zou je kunnen doen als waterschap? Nou, misschien is ons antwoord op vraag 3. We kwam van Ronald. Roland, sorry. Dat was eigenlijk vrij eenduidig. Dat was namelijk een ander type vraag. Wat als onder tijdsdruk een verkeerd besluit is genomen? Welke nieuwe mogelijkheden zie je dan om de tijd te keren? En hij zei, en eigenlijk dacht ze ook, ja, dat is het gewoon. Transparantie is altijd het beste. Gewoon zeggen dat je het fout hebt gedaan, dat geeft ruimte voor nieuwe zaken. Punt. Dat is wel mooi. Dat doet me ook weer denken terug. Kerend naar Rutte en de Jonge, dat de Jonge gisteren zei, of eergisteren, ja, we hebben het gewoon fout gedaan. En dus transparantie, maar met dan ook, hoe zou je het tij kunnen keren door transparantie? Want transparantie is een houding. En heb je daar nog mogelijkheden voor, wat voor stap zou je dan moeten zetten om... Ja, dat zit hem dan eerder in. Cultuur, denk ik, of bijvoorbeeld meer managersposities, of hoe het wordt ontvangen als er fouten zijn gemaakt. In ieder geval intern. Kijk wat er extern gebeurt, daar kun je... Maar hoe daar intern op wordt gereageerd, dat is wel belangrijk, denk ik. Ja, dus het handelingsperspectief dat je dan hebt intern. Ja, ja. Dat het niet zo erg is om fouten te maken. Nee, ja. Ja. Want dan je kunt de fouten pas oplossen als je hem erkent, hè? En dat is vaak, denk ik... Wat nog wel eens lastig is in een politieke organisatie. Dat het heel vervelend is om een fout te erkennen. Maar zolang je dat niet doet, kun je niet opwerken aan een oplossing. Dus dat is de volgorde. Ik zou het meer kwetsbaar opstellen willen noemen. Ja, gaat het altijd om fout of gaat het ook om heel anders kijken naar hetzelfde probleem? Je hebt dat plaatje, dan kijkt de een tegen de zijkant van de cilinder en die zit in een rechthoek. En de ander kijkt tegen de zijkant en die ziet een rondje. En dat zie ik ook wel vaak, hoor. Dat wij hopen dat iedereen mee aanhaakt om de waterdoelen te halen. Terwijl heel veel mensen gewoon vertrouwen hebben dat het waterschap het allemaal wel oplost. En zij lekker hun eigen ding gaan doen. Bij het waterschap in waar ik werk dan als stagiair... zijn we nu bezig met een onderzoek waarbij we eigenlijk de hele vraag ook een keer omdraaien. Dat is misschien hier een klein beetje op aansluitend... dus niet een keer zeggen van oké, wat ons huidige beleid is nu elke keer aanpassen op de veranderde situatie. Maar je zou ook een keer kunnen kijken naar van wat, oké, we hebben dit gebied, wat kan eigenlijk ons gebied aan? Wat kan Nederland aan? Dus hoeveel zeespiegelstijging kunnen we überhaupt aan? En in plaats van de vraag, elke keer maar naar de veranderde vraag dus bij te draaien. Ik zie in de chat een interessante opmerking van Karel Bruins, van Bruins Paard. Meer kennis geeft ook nieuwe verplichtingen. Ik ben benieuwd hoe jullie daar als... Ja, misschien wil je dat nog even toelichten, Karel, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daar als groep op reageren. Dat misschien even ter toelichting inderdaad. We weten inmiddels veel meer. Als vergemeenschap hebben we ook al een studie gedaan naar wateroverlast. Dat geeft
echt heel veel nieuw inzicht ook van hoe je de risico's voor wateroverlast kan beperken. Nou, op het moment dat je dat weet, kan je dat eigenlijk niet meer terzijde leggen. Als waterbeheerder zeg maar, nou, mooi, dan moet je er wat mee. En dus als je meer weet, dan geeft het ook weer nieuwe verplichtingen. En dat is soms ook lastig in die zin, want nieuwe verplichtingen betekent misschien ook al investering. Of dat je de boer mee op moet, of wat dan ook. Ja. Dus soms hoop je eigenlijk wel dat je misschien niet zoveel wist. Want dan was dat veel makkelijker. Ja. Niet gehinderd door. Ja, ja. Ja. Zeg je dan eigenlijk dan, want jij zat in het groepje de verkeerde weg, hè? Dat als je zegt, ik hoop dat ik niet zoveel wist, dan weet je ook nog niet goed wat de weg zou kunnen zijn. Als jij soms wat minder weet, dan ga je ook op basis daarvan natuurlijk handelen. Heel, heel eenvoudig, maar wat ik zeg, als je meer weet, dan vraagt dat mogelijk ook veel meer van je als partij. Of maakt het juist nog weer complexer, doordat je meer weet. Maakt het de mogelijkheid die je hebt ook soms weer een heel stuk complexer dan als je minder weet. Ja. Dat is alsof je in de stress, dat je in de stress kunt schieten doordat je zoveel weet. Dat je dan misschien ook al weet dat je nog helemaal niet weet. Maar dat je met datgene dat je weet zo goed mogelijk besluit moet nemen. Dat hoort een beetje. Ik zou misschien nog wel een woord willen toevoegen waar ik dan wel heel erg sterk aan moet denken. En dat is verantwoordelijkheid. Meer dan verplichtingen. Hoewel dat het raakt aan elkaar, maar heeft net een andere connotatie. Ik snap dat soms zo kan voelen, maar dat is misschien wel. Ja, dat zal ik even teruggeven. Verantwoordelijkheid meer dan verplichting. Ja. Dus ook als je niet veel weet. Nee, of als je wel. Nee, ik kan me voorstellen dat meer kennis ook meer verantwoordelijkheid geeft over dat. En dan hoeft daar vervolgens niet altijd naar gehandeld te worden. Je kan ook wel nog steeds de keuze maken. Goh, we weten dit, maar er is geen geld voor. Er zijn andere belangen, afwegingen. Dus ja. Wij doen dat nu niet, maar dan onderbouw je dat. En neem je die verantwoordelijkheid om dat dan wel of niet te doen. Maar ik kan me voorstellen dat die verantwoordelijkheid groeit naarmate je meer kennis of ervaring of gewoon ook hebt. Als persoon of als organisatie. Mooi, dankjewel voor deze toevoeging. En ik denk dat het een mooi haakje is om dan over te stappen naar de volgende groep. Ook in verband met de tijd. Is het een idee de verkeerde weg als jullie meteen de bal oppakken? Wat was ook weer de bedoeling, Carleen, van degene die het woord zou doen? Was dat degene met de lange, grootste schoenmaat? De meeste jaren ervaring? Nee, die kortste bij de organisatie werkt. Wie uit jullie groepje was dat? Ja, dat wordt nog leuk. Jij niet, denk ik. Nou, dat valt wel mee, hoor. Ik werk er nu in mijn dertiende jaar. Dertiende bij de provincie. Karel, die werkte. Ik ook dertien. 13. En wie is er? Nee. Hoeveel maanden? wat is de naam van hij, DH1? Wie is dat? Niet gezien. Geen idee. Nee. Zeg maar, ik heb wel wat aantekeningen gemaakt. Ik werk misschien wel het kortste bij deze organisatie. Ik heb nog nooit voor een waterschap gewerkt. Ik ben ZZP'er en ik word wel eens ingehuurd. Dus. We hebben met z'n drie even de discussie gevoerd over de verkeerde weg. Hè? En even de beeldspraak van, je zit in de trein en die gaat echt de verkeerde kant op. Nee, dus alles gaat die kant op waar je weet op basis van de feiten van het gaat niet gebeuren. En vul me graag aan, Karel en Marcel, als ik iets vergeet. Maar de vraag was van, als je dat nou ziet, staat dat het grote plaatje in de weg dat gebeurt? Of is het gewoon een fout die gebeurt? Of beïnvloedt dat nou echt dat grote plaatje? Je moet ook iets doen, hè? Want je kunt wel blijven onderzoeken, maar niets doen is eigenlijk geen optie, hè? Dus je moet handelen. Wat het er ook over. Even, ik onderbreek je even. Ik zou het handig vinden als je. Kun je een voorbeeld geven? Dus die verkeerde weg. Is dat te koppelen aan een concreet voorbeeld? Nou, waar ik nu naartoe ga, dus bij de klimaatadaptatie zijn er vrij veel maatregelen waarvan het effect niet zo duidelijk is. Het is nog niet echt, of waarvan de maatregelen misschien niet vastgesteld zijn. De vraag is in hoeverre dat de verkeerde weg is.
Je kunt wel kijken bijvoorbeeld naar kosten. Die maatregelen die genomen worden, worden met publiek geld gedaan. Dus dat wordt dan uitgegeven aan iets waarvan je niet zeker weet dat het bijdraagt aan het doel waarvoor je doet. Precies. Dat is denk ik een beetje het meest concrete voorbeeld dat wij bespraken. Marcel? Ja, ik noemde ook dat... kijk, we zitten nu in een fase van klimaatadaptatie, is eigenlijk nog maar net begonnen. Dus het is nog heel pril. Dus je ziet dat er nog heel veel opbouw is van die kennis. En heel veel opbouw van inzichten. En een van die zaken is dus inderdaad de effectiviteit van maatregelen. En tegelijkertijd zie je ook dat natuurlijk bij heel veel partijen, en zeker bestuurders, natuurlijk ook het punt voorbij komt van om op zijn minst nu wel al wat te laten zien. Dus je ziet natuurlijk de vele zeg maar, subsidieregelingen rond groene daken of rond afkoppelen en dat soort zaken. Terwijl de vraag is of dat geld wat daar naartoe gaat, of dat inderdaad op de goede manier besteed is. En of afkoppelen wel overal nodig is. Hè? En of wat een groen dak nu precies bijdraagt aan het doel wat je neerzet. Want als ik dat laatste zeg, doel, vraag me eens welke doelen er nou precies worden gesteld. Nou, de meeste die vallen dan stil. Ze weten nog niet eens wat de doelen precies zijn. Laat staan voor de komende 6 jaar en tot 2050 is dat helemaal lastig. Want dan blijft het hangen in waterrobuust of klimaatbestendig. Nou, maar er wordt dus al nu keuzes gemaakt. En het is best wel te billijken dat die keuzes zijn zoals ze nu zijn. Gezien de fase waar we in zitten. Dat is iets anders dan als je de kennis en inzicht al helemaal op een rij hebt. En duidelijk ziet dat er iets echt gebeurt waarvan jij met jouw kennis en inzichten denkt van dit is echt niet goed. Hier gaat publiek geld echt helemaal verkeerd ingezet worden. En daar wil ik op ingrijpen. Mm-hmm. En toen gaf je ook een handelingsrepertoire aan, hè? Dan trek ik aan de bel. Precies. En ik heb geen leidinggevende functie. Maar dan, als ik dat heb, en dat heb ik op andere vlakken wel, dan stap ik, als het nodig is, naar mijn MT en bestuurder. En die krijgt dan de verantwoordelijkheid uiteraard om de afweging te maken om er al of niet naar te handelen. Want dat is wel waar het ligt. Maar ik denk wel dat dat moeilijk is, want de doorlooptijd van dat soort beslissingen is altijd heel erg lang. Nee hoor. Als er eenmaal een plan aan het rollen is en er komt voortschrijdend inzicht, dan wordt het niet snel meer teruggedraaid. Nee, dat denk ik niet. Als Maasvlakte en de Betuwelijn, dan op een gegeven moment duurt het allemaal zo lang. Nee, ook daarvoor geldt. We hadden het ook over de toeslagenaffaire. Er zijn absoluut belastingambtenaren geweest, dat kan haast niet anders, die al eerder aan de bel hebben getrokken intern vanaf de werkvloer. Maar die gewoon terug naar hun hok zijn gestuurd. Nee, maar dat wordt niet geluisterd, dat is het probleem. Ja, nee, maar dus wat ik bedoel te zeggen is van wat ik dan doe, is wat ik net noemde. Maar inderdaad, die verantwoordelijkheid ligt dan wel bij inderdaad een laagje hoger in dit geval. Om die afweging te maken. En kijk, dit is mijn antwoord. Je hebt dus ook de antwoorden nodig hoe een managementlaag, want die, uiteraard is die ook van belang, hè, in de organisatie. Naast de bestuurlijke laag, hoe die daarmee om denken te gaan op dat punt. Jij voedt je teamleider wel, Marcel. Absoluut. En dat ligt ook heel erg aan jou, in hoeverre je overtuigingskracht hebt om die manager of bestuurder inderdaad in zijn of haar gedachten te laten kantelen. Want vaak zitten ze vast. Dat, wat je noemde als voorbeeld, de Betuwelijn is natuurlijk helemaal een geweldige. Maar, of de HSL. Maar als je echt een verhaal hebt wat aankomt, en dat is die verantwoordelijkheid ligt wel bij mij, daar moet je dus wel alles aan doen als je denkt dat het echt de verkeerde weg is. Ik denk dat het daar nog wel eens aan schort. En we waren ook een beetje aan het eind van de, toen we vlak voordat de sessie uitgingen, van stel voor dat je het nou geadresseerd hebt op deze manier, je hebt het geformuleerd en toch gaan ze door, dan zou je het moeten accepteren of zo, dan... Ja, waar dat... we niet aan toe kwamen van je kunt het accepteren en of weggaan. Hè? Dat zou misschien ook een optie zijn. Maar je zou ook kunnen vertrouwen dat ondanks de foute keuze het systeem die fout kan opvangen. En dus dat wel weer corrigeert na verloop van tijd. Maar dat hebben we verder niet meer kunnen uitstellen, Dieter. Want wat mij bekruipt is ook het gevoel... er wordt gewoon niet geluisterd. Bij al die voorbeelden denk ik dan, wat zijn dan de onderliggende belangen
op basis waarvan mensen bepaalde keuzes maken. Hè? Dus wat is werkelijk de reden dat er niet geacteerd wordt als, stel dat dat al 10 keer gezegd is, dat gaat niet goed hier. Wat is dan de werkelijke reden dat daar niet een andere weg ingeslagen wordt? Daar kunnen we nou geen antwoord op geven, maar dat die onderliggende belangen, die zijn natuurlijk wel heel, die zijn niet altijd zichtbaar, maar wel heel belangrijk. Dat zijn twee dingen hoor. Het is enerzijds de mindset, dat zijn die onderliggende belangen, die betreffende besluiter heeft, in ieder geval, of een bestuurder of een manager. Mm-hmm. Dus de mindset die diegene heeft, dus dat is inderdaad eigenlijk hoe vast iets omlijnd met een duidelijk doel voor ogen en actiegerichtheid eromheen en dergelijke, hoe vastgebeiteld dat is. Dat is één ding. En de tweede is wel degelijk hoe ik, als ik diegene ben, op diegene inpraat. Dat is echt een punt wat ook dan wel degelijk van invloed is. Ja, dus hoe kan jij doordringen tot iemand die vastzit in, je noemt het de mindset, dus ook de overtuiging en de standpunt. Precies. Dus, ja. En wat heb je daarvoor nodig? Dat is wel een belangrijke. Maar dat is misschien met individuele mensen, maar ik kan alleen maar spreken uit mijn vorige baan. En dan heb ik het over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat is helemaal veranderd een aantal jaar geleden. En eigenlijk op onjuiste gronden naar mijn idee. Maar dan krijg je te maken met instanties zoals een gezondheidsraad en een RIVM. En dan, wat je dan ziet gebeuren is dat iedereen de hete aardappel naar elkaar doorschuift. En niemand uiteindelijk echt verantwoordelijkheid neemt. En dat bijvoorbeeld een gezondheidsraad enorm reputatieverlies wil voorkomen, dus ook niet op zijn schreden terugkeert. En dat is heel erg lastig, want dan kom je er echt niet doorheen. Dus als er op dat niveau instanties besluit hebben genomen, dan is dat ontzettend moeilijk om daar doorheen te komen. Mag ik dan misschien als buitenstaander, want ik werk bij de sportvisserij, net het beroepsvisserij gezegd, maar sportvisserij. Ik kan me zo voorstellen dat als je inderdaad in een ambtelijke organisatie werkt, spelen er allerlei belangen, die wil je, die discussie wil je het liefst intern houden, lijkt me, om de vuile was niet buiten te hangen. Maar ik denk dat het wijs is voor dit soort organisaties, en dat zie je denk ik ook bij die belastingaffaire, dat je kritische buitenstaanders zoekt. Gaat gesprek met ons aan, of met een Ravon, of met een Vlinderstichting, noem ze maar op. Die zijn kritisch, die kijken naar hun belang. En die trekken wel aan de bel, of die zoeken de krant op, en dan moet je wel. Dat is natuurlijk heel spannend. Maar ik denk wel dat het de enige, die corrigerende werking is gewoon heel moeilijk. Omdat het plaatje, dat triggerde mij ook wel, van hoe verder je inzoomt, alles wordt op een gegeven moment recht. Ja. Nou, zo zie ik het eigenlijk ook van, als Marcel dat aan zijn afdelingshoofd gaat vertellen, van het gaat niet goed. Ja, die kijkt gewoon naar zijn opdracht en als hij ver genoeg inzoomt, dan is het probleem weg. Dankjewel. Jij zegt eigenlijk, maak de kring groter en wees transparant. Hè? Nou, betrek de ontwikkeling die je nu ziet, van zorg voor participatie, voor dat andere. Maar daar wil ik graag even op inhaken, want dat is wel iets wat we heel veel doen bij waterschappen. We praten met iedereen. En vaak praat je dan toch met name met mensen die wat extremere meningen hebben, hè? Die heel erg voor of heel erg tegen zijn, want die middengroep, die is eigenlijk gewoon met de eigen drukte bezig, hè? En dan komen we toch heel vaak in een situatie dat we eigenlijk niet zo opschieten. Omdat iedereen wil iets anders. Dus we doen dan heel weinig beekherstel. We zijn alleen maar bezig proberen mensen bij elkaar te brengen. Wat op zich ook waardevol is, hoor. Maar het is een groot schoolplein soms, hè? Het is soms lastig om te laten zien hoe mooi het kan worden, hè? Ja. En de grond... Dat tekent feitelijk ook hoe richt je dat in, dat participatieproces? Maar dat is dus daar zeg je eigenlijk van, we willen wel, maar we kunnen onmogelijk met iedereen rekening houden. En hoe doen we dat dan wel op een goede manier? Ik denk dat zo ver dat iedereen wat inlegt, hè? En dat we samen iets gaan bouwen. Maar het wordt al gauw, dat is ook een beetje deze tijd volgens mij, hoor. Dat het al gauw een beetje hij tegen wij, een beetje partijtjes tegen elkaar wordt. Je hoort het vaker, een toenemend gevoel van, in plaats van met z'n allen, dus het integrale, en dan belanden we namelijk ongeveer bij de groep A hiermee, maar de geïntegreerde benadering, hoe krijg je dat nou op een goede manier voor elkaar? Want dat is eigenlijk wat jij zegt.
hoe zorgen we ervoor dat we naar elkaar luisteren en dat we samen iets werken aan het groeien. Ik wou toch niet opmerken. Beseffen voor wie we het allemaal doen. Hè? Waterschap, gemeente, voor wie doen we dit allemaal eigenlijk? Dus dat voor de inwoners in het gebied waar jij verantwoordelijk voor bent eigenlijk. Maar er zijn ook, ik bedoel, er worden nou allemaal dingen genoemd die een beetje negatief overkomen. Er zijn ook een aantal programma's, Panorama Lokaal. Nou hebben we hier ook in ons gebied ook zo'n voorbeeld van. Nou, dat gaat echt hartstikke mooi. Woningcorporaties, staatsbosbeheer, verschillende afdelingen van de gemeente, van het waterschap. Allemaal aan tafel. En dat was wel even wennen. Omdat iedereen vanuit zijn eigen sector het hele sectoraal ging bekijken. Maar door dingen toch te combineren en erover te hebben, dan kom je wel een stapje verder. Ja, we hebben dus nu meteen de switch gemaakt van de laatste groep naar de groep de feiten spreken. Hè, waar jullie allebei in zitten. En, dus jij zegt Panorama Lokaal. Jij zat in die groep en Annelies zat er ook in de groep van Govert net. Dus ja, laten we. Ik zou de woordvoerder zijn. Nou ja, goed. Dat is goed. Dat is. Maar jullie hebben al. Ik probeer even het bruggetje te slaan. Want we hebben nu nog 10 minuten. En dan zijn we klaar. Johan Noorstein had de natuur gemaakt. Dus misschien is dat haast nog handiger dat hij iets vertelt. Maar... Ja, dat is prima. Hebben jullie, ja. Ja. Met te horen, hè? Net ging het niet. Ja. Ja. Even goed, oké. We begonnen er net al mee, met terugkoppeling van... Waar het moeilijk vond de feiten spreken... moeilijk vond om een voorbeeld te noemen. Omdat, ja, nou ja, goed, feiten zijn feiten en geen sprekers. Dus dat de interpretatie van... Of dat, nou ja, het gevoel hebben... Of feiten spreken, dat het nogal afhangt welk belang je behartigt of vanuit welk oogpunt je kijkt. Het is een feit dat wanneer je vaker maait, je water beter wegstroomt uit de sloten. Het is ook een feit dat schadelijk is voor allerlei kleine beestjes die in die sloten leven. Dus vervolgens hebben we vooral dat soort tegenzijdige belangen benoemd. We hebben wel nog een paar kleine voorbeelden genoemd of benoemd die waarin volgens ons toch al sprake was van de feiten spreken. Maar we doen wat anders. Govert noemde bijvoorbeeld de regenton. We zeggen van ja, rioleurs die zeggen van ja, zo'n regenton, op het moment dat we extra capaciteit nodig hebben, ja, dan doen die dingen er eigenlijk niet toe. En toch zetten we er redelijk massaal op in. De helft van de Nederlandse gemeentes heeft al ergens een stimuleringstraject daarvoor lopen. Een andere die genoemd werd was dat grondwaterwinningen voor drinkwater bijvoorbeeld. Ik weet niet helemaal wat we daar eigenlijk zeiden. Volgens mij zeiden we van ja, we winnen meer dan dat er geïnfiltreerd wordt. Dus het is een feit dat we baat bij zouden hebben minder te winnen, dus ook minder te verspillen. Bijvoorbeeld stoppen met doorspoelen van het toilet met drinkwater. Maar bijvoorbeeld ook stoppen met de tuin te sproeien. Maar goed, dit zijn dingen waar niet op ingezet wordt. Waar toch andere belangen dan weer een grotere rol spelen. Heb je vragen, Carleen? Of kan Govert, Annelies, Willy iets aanvullen? Nou, misschien wil iemand nog aanvullen, want je noemt dus twee mooie dingen die de feiten spreken, maar een andere weg wordt ingeslagen. Dat roept bij mij ook het gevoel op van welk doel heb je daar dan bij? Met die regenton is dat afhankelijk van met welk doel je een regenton inzet. Als je het doet om de bewustwording te verhogen, kan ik me voorstellen dat het meer effect heeft dan dat je het doet om die hoogstbui op te vangen. Want dat doet de rechter inderdaad niet. Ja, dan wordt dat in één keer het feit natuurlijk. Hè? Van, bewustwording is dan een feit. Nou ja, goed. Dus hoe kijk je daarnaar? Dan denk ik even aan dat verhaal van Dieter met dat vierkantje en dat rondje. Maar misschien hebben jullie aanstelling... Nee, maar u heeft hem gelijk. Van, dat is ook waar wij op kwamen. De feiten spreken, maar de
feiten wijzen zelden allemaal dezelfde richting op. Hè? Dus als dat zo zou zijn, dan gebeurt het eigenlijk automatisch. Hè? Als het goedkoop is en goed en snel en niemand heeft er last van, dan is het eigenlijk al gebeurd. Maar de feiten spreken, maar er zijn altijd, ja, wat net ook werd gezegd, verschillende feiten. En dan wordt het een keuze maken, een afweging. En dan maken mensen verschillende afwegingen, verschillende groepen, of net hoe je kijkt. Ja. Als je het over feiten hebt, die tonen zich pas na verloop van tijd op het moment dat je al bezig bent iets. En heel veel dingen, wij noemen dat emergentie, dus op het moment dat je met z'n allen bezig gaat, ontstaan er dingen die je niet van tevoren had bedacht. En dat is zeker bij regenwater het geval. Ik wil gewoon even een klein voorbeeldje geven. We zijn halverwege de jaren 90 voor het eerst begonnen met die geïntegreerde benadering in de woonwijk. Hè, om regenwater een andere plek te geven, om als bron te zien. En dat was eigenlijk nog voor de discussie, voordat het klimaat opkwam. En in de wijk De Vliert in Den Bosch zijn we begonnen. We gaan samen met bewoners werken aan een herinrichting, waarbij voor ons de doel is om regenwater af te koppelen en een andere functie te geven, een nieuwe periode. Maar we gaan ook het leefklimaat verbeteren. En wat ik zo mooi vond, na de afloop van die eerste fase, is er gevraagd aan de mensen van, zijn jullie tevreden over jullie nieuwe watersysteem? Ja, zeiden ze. Waarom? Nou, we hebben geen sluipverkeer meer. Dus de effecten zaten veel breder. En ik moest heel even wat Roland zei van, als je met heel veel verschillende mensen gaat praten in de praktijk, dan blijkt dat een maatregel als een groen dak, hè, of het creëren van water, of wat dan ook, puur vanuit de waterschapsdoelstellingen, en dat is volgens mij het moeilijke waar de waterschappen tegenaan lopen, minimaal bijdragen, maar voor de mensen in de woonwijk zelf veel meer betekenis kunnen hebben dan alleen datgene wat je berekent. Dus heel veel feiten ontstaan pas gedurende de implementatie. En dan weet je ook pas wat het echt doet. Dat kan ook met negatieve effecten zo zijn. Maar ook met, dus op het moment dat je door feiten laat sturen, dan doe je jezelf per definitie tekort. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je met z'n allen goed bezig bent, en dat is toch in de dialoog, en je doet iets, dan ga je daarna kijken, wat zijn de feiten? En die hobbelen achter de werkelijkheid aan. En dat maakt het, denk ik wel, die omdraaiing maakt het een stuk spannender. Dank je wel, Govert, voor deze eigenlijk wel mooie afrondende woorden. Want eigenlijk zeg jij van, eigenlijk doe je een appel op, kijk breder dan alleen het water. Hè? Kijk hoe je lenig om kunt gaan met wat er is. Kijk hoe je slim kunt stapelen door dingen met elkaar te combineren. Die inderdaad zo'n groen dak heeft voor water op zich. Ik bedoel, als je water wil bergen, dan kun je beter, om met Harry Luiteluid te spreken, een gat in je tuin graven. Maar als je met dat groene dak ook je biodiversiteit verhoogt en je huis wat kunt isoleren en de leefbaarheid in de stad kunt verhogen, dan ben je slim bezig. En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. En het is hartstikke lastig om daar in je eentje naar te kijken. En daarvoor hebben we elkaar nodig, denk ik, om met elkaar, met meerdere ogen, naar een opgave te kijken. Op te kijken, hoe kunnen we dat zo slim mogelijk aanpakken. Dat is, denk ik, een mooie afsluiter die jij daarmee aangeeft. En wat mij betreft, zijn bijna bij de klok van 4. Daarmee is deze workshop klaar. Ik zou eens willen vragen, is er nog iemand van de sprekers of iemand anders die nog iets als laatste zou willen toevoegen aan wat we gedaan hebben? We zijn begonnen met de beste stuurlui zijn al aan boord. Nou, ik denk dat dat heel erg waar is als we kijken naar de discussies zoals die nu gevoerd zijn. Het ging over leren van elkaar. Ik hoop dat jullie van elkaar geleerd hebben. En wat is dan nog als er nog iets niet gezegd is, kan ook op de mail naar mesters@stoa.nl of naar iemand anders bij stoa.nl. En dan of daar is er iets niet gezegd. Nu kan het nog 2 minuten. Wie? Nou, het panorama lokaal hebben we dan als insteek gekozen. Wat maakt nou dat mensen hier graag willen wonen? Ja. En als je allemaal dat doel voor ogen hebt, dan kom je wel dichter bij elkaar. Dan heb je wel allemaal een beetje dezelfde richting. Dan kan er wel divers.
je zegt eigenlijk kruip je in de huid van degene die daar woont. En ja, als, en kijken als, van binnen, van andersom kijken. Als staatsbosbeheer, als waterschap, als gemeente. Mooi, dankjewel. Nog iemand? Ter afsluiting. Ja, ik wil nog even één dingetje lenen. Volgens mij zei Karel dat net, of schreef hij dat. Meer kennis geeft ook nieuwe verplichtingen. Mm-hmm. En toen dacht ik aan om daar een komma achter te zetten. Mm-hmm. Volgens mij ook de verplichting om meer kennis op te doen. Dus dat je beter je afweging kan doen. Dus blijven leren, zeg jij. Blijf leren, blijf onderzoeken, blijf gretig. Hè, zoals wij hier ook bij elkaar zitten. Blijf puzzelen met elkaar. En wees niet overtuigd van je gelijk. Blijf leren. Dus luister ook naar andere mensen die ook gelijk hebben. Blijf ook fouten maken. Hoort daar dan ook bij? Dat hoort er ook bij, ja. Dankjewel. Dat is mijn takeaway. Ja. En aanvullend daarop. Kennis kan ook in de weg zitten, hè? Want daar hebben wij, ik heb lang genoeg gedoseerd in Twente en in Denemarken. En wat ik meld is kennis. Mensen leggen ook autosnelwegen aan in hun hoofd. En komen heel snel tot conclusies en maatregelen. Zeker in de techniek. En wat ik mijn studenten in Denemarken altijd leerde. Van het eerste wat je moet zeggen op het moment dat je een complex vraagstuk hebt. Tegen jezelf zegt, I know nothing, I'm from Barcelona. Dus die onwetendheid die stelt je open om te luisteren naar anderen en geïnteresseerd te zijn. Dus de kennis zit ook in de weg. Dus wat dat betreft, Sietske, is er een weg voor jou te gaan in de waterwereld. Hè? Je mag je nu nog eventjes I know nothing zeggen. En dan kun je volgens mij heel veel leren door die nieuwsgierigheid te hebben. Dankjewel. Ja, en misschien één ding ook nog ter aanvulling. Je kan heel veel onderzoeken. Maar in de praktijk leer je volgens mij nog veel meer soms. Dus blijf dat ook vooral doen. En ga inderdaad ook gewoon dingen uitproberen. En om daar op basis daarvan ook nieuwe inzichten op te doen. Ja, uitproberen. Heel goed. Dankjewel, ja. Mooi. Kennis opdoen, uitproberen. Nou, ik denk dat wij gaan afsluiten. Top. Ik zou iedereen nogmaals heel hartelijk willen bedanken. Een groot applaus, kan dat zo, voor de sprekers. Ontzettend bedankt en tot een volgende keer.